Allemaal een hele goedenavond. Alsnog op deze woensdagavond 7 februari 2018. En ja. Nou, in ieder geval allemaal welkom. Ik ben hier met Erik, Mystic Blue. En wij gaan lekker proberen wins te grinden. Vandaag weer het eerste potje wonnen we. We hebben 3 potjes gespeeld, toch? 3 of zo? 2. 2 hebben we er maar gedaan. 2 maar? Oh, we wonnen bijna 2 potten ook dan. Want we werden... Ja, die tweede, die ging... Dat duurde ook nog lang. Dus bij die eerste was het al 4:30 of zo. Dus toen daarna hebben we nog eentje gedaan. Ja, precies. Oké. Okay. Maar ja, in ieder geval... allemaal goedenavond. En ik, als je goed in je feed kijkt, als je bij mij geabonneerd bent, zie je dat ik echt net Game News een kwartier geleden online gezet heb. Eigenlijk doet het normaal gesproken nooit zo'n video zo snel nog voor een livestream. Maar check die wel eventjes. Heel veel belangrijke informatie ook over Black Ops 4. En, Ops 4? Black Ops 4. Ja, ja. En die we 99% zeker trouwens morgen wordt aangekondigd. Maar, even kijken, wij gaan lekker spelen. Ja, jongens, allemaal welkom. Ja, ja. Een rondje van de spreekwoordelijke zaak, dankjewel. Mojo, voor mijn vader, ja inderdaad. Voor de mensen die dat niet weten, die video staat online. Mijn papa is ziek, heet hij. Dwayne, in ieder geval, welkom. Davy, Beterschap, jij, Baklab, ook goedenavond. Tijn Bos is natuurlijk weer van de partij, onze... Waarom koop je geen vette skin? Ik heb de PES, dus ik heb €10 uitgegeven. Ik heb zo'n Night. Dat is mijne, denk ik. Ik heb alle skins op PS4 van de Battle Pass. Dus. Ja, dus je gaat er niet nog een keer aan. Zo, jij bent pas level 24 hier, Tyre. Ga je nooit redden, Fish. Jij zit 52. Ja, op level ben ik 52. Ja, dat boeit niet. Je moet die Battle Pass Tyre kijken. Ben je pas 24, ga je geen 70 redden, hoor. Oh, nee, oké, dan niet. Nee, oké. Wat bedoel ik? Dat is 70 bij mij. Oké, nou ja, dat gaat voorkomen. Kan jij niet meer redden hoor, jongeman? Dan red ik het helaas niet meer. Dat is niet mogelijk meer. Dat is jammer dan, maar... Je moet naar 24/7 grinden. Nou, dat doen we maar niet. Fatal Fields maar. Ja, bijna alles winnen denk ik, dus good luck. Good luck. Ja, daar gaan wij weer lekker lang. Ik had even zin in eigenlijk gewoon even om te streamen. Stom hè, is dat hè? Maar ja, het is wel een beetje stream overload. Maar ja, het is gewoon ook een leuke game om te streamen. Ik zie ook trouwens heel veel YouTubers gewoon elke dag streamen. Dus waarom zou ik niet streamen? Streamen. Ja, maar als je echt streamer bent. Dat zijn Twitch streamers hè, die elke dag. Nee hoor, steeds meer mensen nu ook op YouTube streamen. Nee, kijk, het voordeel is natuurlijk dat je gewoon, het is gewoon een upload natuurlijk, een video op je kanaal. Plus, het is natuurlijk gewoon... Weet ik, op Twitch. Jawel, zie je vaak wel dat er heel veel mensen ook nog op afkomen omdat ze op Twitch zitten te kijken. Ja, weet ik wel, maar het voordeel is dat... Veel meer mensen die ik nog even extra kunnen vinden. Je ziet trouwens hier allemaal mensen. Ik heb Scar. Dat is fijn voor jou, ik heb niks. Ik heb een assault rifle ook nog voor je, kom naar je toe. Ik heb een shotgun. En ik heb je hebt AIDS, ja oké, mooi. Nou nee, dat niet. Gelaas voor je. Ja? Oh, what the fuck. Ben je niet beschoten? Nee, hey, hier, Erik. Ik dacht dat je beschoten werd dus. Nee, Erik hier. Oh, mijn geluid even raar. Meteen een lekkere... Even boven kijken. Erik, er komen mensen aan. Beneden? I don't know. Maar dan? Zie je ze? Nee. Ik hoorde ze net even, maar... Ouwe die hooibalen soms, jongen, word je echt misselijk van. Niet kapot gaan. Echt heel laat gaan ze kapot. Ja. Oh, ik heb Tuk-Tuk gevonden. Oeh, dat is geil. Nee, die AR van jou is leuk, maar die mijne is leuker. Wat heb jij dan? Goed naar jou. Oh, nou ja, ja, ik heb een paarse. Ik weet niet waar die gasten zijn, of is? Ja, ik vind het ook eng om als ik hier ben in mijn eentje te gaan lopen met een scar. Vind ik zonde. Nu al, zeg maar. Ja, ik heb niet te veel of zo, maar ik bedoel, ik heb een scar. Ik heb 2 shield, ja, dat heb ik eigenlijk wel redelijk goed natuurlijk voor meteen voor het begin.
Ik zit te kijken of ik ze nog zie. Hoorden ze net wel? Ja, aan de overkant zaten ze. Zag ze naar binnen gaan. Ach, die grote stal? Ja, aan de overkant van ons, zeg maar. Dat was aan de overkant van ons. Dat was een hele mooie... Op 30, dat hutje. Dat is dit huis, waar je nu bent. 30 hutje, waar je nu weg gaat. Nu ga je weg. Oh, hier aan de overkant zie je. Ja, ja, dat weet ik. Bij de tractor. Ja, niet tractor. Laten zien. Laat je eigenlijk wel zien. Niet laat. Ik heb hem al behoorlijk geraakt. Ja, knokt hij. Bijna knokt. Ik heb overal. Helemaal dood. Weinig. Is dood nou. Weinig kogels. Ook nog maar 36 hoor. Maar waar is het team met dan? Hij heeft echt helemaal niks, die gast. Die pak een snipertje mee. Waar zat hij? Hij zit al in de 50 onder die dingen. Links bij die boom. Zie die boom? Hij loopt nou naar links. Hij zit nou in dit hutje hier links. Oh ja, oké. Okay. Achter dat hutje zit hij. Heb ik geen. Godver, je stilt voor. Sorry, schat. Hij zit er ergens, maar ik weet niet waar. Ik heb geen bouwmaterialen meer. Oh, hij zit erop. Waar wil je naartoe? Omhoog? Hij zit op het gebouwtje. Zo kan hij maar raken. Nou, dat voelt me ook af. Ik doe even die tuk-tuk. Nou, doe het maar. Laat zien. Hij zit nog steeds op dat dakje, maar ik heb geen bouwmaterialen, dat is kut. Wat moet je doen? Wat wil je doen? Ik wil eigenlijk omhoog bouwen, maar... Hoe lang duurt het nog? Wat ga je hier achter staan? Snel iets bouwen. Oh, hier. Oh, kom achter. Oh, ik sta verkeerd. Ik faal een beetje. Achter je! Ik heb hem. Hij wist niet dat ik hier stond, hè. Ja, oh, ik heb nou... Die fish, nog met van dingen. Wat, hè? Pardon. Ja, die heb ik wel niet nodig, ja. Ik faalde een beetje hard daar, maar dat kan gebeuren. Nee. Ik moet niet bouwen tegen hem. Ja, moet je even bouwmateriaal hebben? Dat kan toch hier rakken? Oh ja, kan ook. Ja. Weet je dat ik nog eens wist tot voor kort dat je gewoon hout kon geven? Ja, bovenin hem al. Ja. Ik had geen kogels bijna meer en ik had geen bouwmaterialen meer. Dus ik hitte hem twee keer. Dus wij moeten naar Dusty Depot. Dat is trouwens heel dichtbij. Ik heb een shieldje. Ja, ik zie het, ja. Is rechts. Okay. Pakken en slurpen. Pakken en slurpen, jongen! Nou, hou je wel van zeker, hè? Jij wel, denk ik. Of niet, Sjors? Geen commentaar. Geen commentaar? Geen commentaar. Hey, juicy. Juicy, juicy, juicy hier. Oh ja, die kan ik wel gebruiken nog. Jezus. Zo, nou heb ik wel wat bouwmaterialen, 300 of zo. Oké, lekker. Ik heb pas 3 vakjes gevuld met wapens, dus dat is helemaal niet goed. Wat, wil je een snijpertje hebben? Nee, ik heb een semi. Ja, een blauwe bolt action? Die is wel beter, maar ja. Waarom doet hij nou niet? Boys, in ieder geval een goedenavond. Zieltje van 50 hier voor je vis? Ik heb 75. Dat kan niet. Toch wel. 75? Oh. Dan moet ik hem meenemen dan? Nou ja, het maakt op zich niet zoveel uit, hè, zie ik. Jij hebt meegenomen of je hebt hem niet? Nee, ik moet even power hier ofzo. Ik heb hem. Lepra. Wat heb je? Nee. Niks. Nee. Dan heb je zo'n drijvenkogels trouwens? Een beetje, 127 heb ik er totaal. Ik heb 32. Nee, ik pak er nu. En hoeveel heb je er? 32. Oh, wat wil jij snijpen die ik RPG pak? Ah, nee, ik pak die RPG wel. Oké. Zie je nu beneden iets? Kogels? Ja, kogels.
Bandages als je wil. Ja, die heb ik al een paar bij me, dus dat is mooi. Ik ook wel zo. Rennen. Je shotgun, ik ga die wel nemen. Rennen. Oh ja. De storm. En de storm, ja! Anders heb je weer geen 100 helden en zo. Ja, precies. Yes! Daar gaan wij, jongens. We gaan met chicks. Chicks not available. Die shieldjes? Ja, maar heb ik er niks aan nu, hè? Dat is kut, hè? Maar, oh ja, ik kan hem wel meenemen, dat wel. Natuurlijk. Je weet al die locaties, jongen, van die, al die kogels. Hier is niks onder. Oh, hier zit nog eentje onder. Oh nee, die heb je al. Jezus. Vis, wat zeg je nou? Had ik hem nog niet? Het is ook niet leuk met jou, hè? Jij bent echt... Ja, maar het zijn waarschijnlijk al de standaard locaties, toch? In die, Standaard locaties. Ja, precies. Al die dingen zijn standaard locaties. Als je daar zo vaak komt ben geweest, dan weet je ze. Ja. Ik ben al die huisjes hier zo vaak geweest, ja. Alleen bij die nieuwe dingen, net als Tilted Towers, ja, daar ben ik niet zo vaak geweest als ik eerlijk ben. Dus in elk huis zou ik niet precies weten waar alles zit, hoor. Ja, boven, oh, beneden. Hey, ligt nog. Kistje. Wil je push? Nee, dank je. Ik heb 52 shieldjes bijna. Oké, oh, hier heb ik een tackle shotgun. Altijd fijn. Altijd fijn, omdat ik zo druk bezig te zijn. Wil je een push? Oh, kut. Heb jij? Ja. Kogels aan het pakken. En dan gaan we lopen, denk ik, want... Pakte ik nou die rockers niet op? Was hier ook nog wat? Beneden zijn nog kogels, denk ik. De deur. Hier in het toilet. We gaan lopen, denk ik. Ja. Als we dan mensen tegenkomen... Dus die wel Arne Enneke Akers. Ja, een beetje te meter dan kan het aan. Huntelaar best player. Als we mensen tegenkomen, dan heb je nog even. Ja. Retro Row, gaan we nu langs. We hebben nog 23 tegenstanders. Ja. Factory zit ook niks, volgens mij hier. Hier is geloot zo, hier zit loot. Oftewel, er is wat gebeurd hier. Loot? Nee, die ligt er altijd daar. Oh, is het zo? Er ligt meestal een wapen bij dat tentje, of iets. Oké. Net als zo'n hutje waar soms aan kan liggen. Oké. Goedenavond allemaal, in ieder geval welkom, World of the Games en zo. Iedereen lekker welkom bij deze stream. Like eventjes, deel eventjes, we hebben iets meer dan 30 kijkers, loop langzaam op. Erop, doe deze wat je random wil. Stream. Ja, handen. Met de enige echte Erik, oftewel Mystic Blue. Hoeveel winst heb je naast de taal? Blue Statue, oftewel, hè? Hoeveel winst heb je naast de taal? 350 of zo. Slecht. Volgens mij heb ik er nou afgelopen, hoeveel is het nu? De nieuwe woensdag. Volgens mij heb ik nou alweer een stuk of 30 winsten de 3 dagen. Slecht. Het gaat de laatste tijd wel snel en hard. Mm-hmm. Zelfs met Fishnator NL. Ja. Xbox en PS4 doe ik het gewoon, dus. Ja. Hier voor ons zijn er mensen aan het bouwen, of niet? Nou. Het is alleen maar kapot, ja. We zijn bij Tomatotown, maar die storm is ons... Het is helemaal kapot hier. Ik zie daar een wapen liggen daar. Daar zie ik ook nog wat dingen liggen. Voor mij is dat een poesboes. Of een pistool. Dus morgen een update, jongens, in Fortnite. Er komt een crossbow bij. Ongelimiteerde aantal pijlen. Crossbow, Tomahawk, crossmap. En je krijgt dan de rare en de epic variant komt erin. Crossbow, Tomahawk, crossmap. Toch? Yes. Tomahawks. En snipes. Die twee man. Voor je granaten. Nee, niet.
raak hem wel. Ik heb er één nog. Ik heb er één dood. Ja, ik zie het. Oh. Die andere heb ik ook. Oh. Doe eens wat, man. Doe jij nou eens wat? Ik heb 6 kogels nog maar. Ja, wat je wil, wat je direct wil hebben, moet je maar even zeggen. Pak gewoon even alles zo. Hup. Oh, een medkit. Vind ik ook wel geil. Pak een sniper van mij. Fish. Een shieldje. Shieldje heb ik hier. Shieldje heb ik hier. Als ik een ding liggen, neerleg. Baby potions, hè. Dus een shieldje. Oké. Wacht, ga ik eerst die pakken. Hup. 1, 2, 3, 4. Na. En dan pakken wij die kleintjes. Heb jij trouwens damage? Over jou. Trouwens, hij had... die gast, hij had... Ik heb jou even ingebouwd, maakt niet uit. Oh, ik ben eerst die babyposes vergeten. Kut, foutje gemaakt. Hey Erik, ik heb 3 van die health packs bij me. Medkits, ja. Ja, dat kan. Wacht hoor. Ik heb verkeerde volgorde aan, boy. Geef mij eens even kogels. Wat wil je hebben? Assault rifle. Daar liggen ze, hè? Ja, ik zie ze. Ze lopen dus. 100 stuks. We hebben nog 13 tegenstanders. Ja, moet je even reloaden? Ja, heb ik gedaan. Ik ben een stom geweest. Toch eerst die grote gepakt. Maar ik heb die grote aan jou gegeven. Ja, ik denk dat je doet baby. Ja, eerst een kleine, was ik even vergeten. Ik heb ook een grote, maar ik vind dat zonde. Je hebt baby's, daarom dacht ik 2 baby's en een grote, klaar, 100 shield. Ja, heel stom. Ik heb 8 kleintjes nog. Ja, ik heb nog 1 grote, maar ja, vind ik nou zonde dat je die neemt eigenlijk. Ja, straf me maar. Nou, het is eigenlijk wel handig als je me nu geeft al nog, maar ja. Zit mensen in het huis? Hier, dit huis? Waar? Weet ik niet, dat zien we zo. Dag. Daar zo! Quad kilos! Quad, heb je er 4? 3 of 4, ja. Wat? Wie wil de loot? Nou, ik heb nou geen problemen meer met een... Ik pak een gouden scar, beter. 3 of 4 had ik er. Ja, pak maar, laat mijn scar even liggen. Oh my god. Oh my god! Ik heb 3 of 4 had ik er, sowieso 3. Ik dacht 4, oh. Ja misschien 3. Want ik had er alleen nog. Nee, ik kan niks meer dragen joh. Oh jawel, die medkit kan ik nog meenemen. Ik kan niks meer oh, dragen. Nee. Kom op nou. Ik hoorde ze ineens. Ik denk, ga maar op snipers, hier. Dingen, ja helemaal niets kan je hiermee hè. Kut hè. Nog wel even. Ja, maar... Kom dan, ik heb een deurtje gemaakt. Snel. Even resetten. Ga de deur open dan. Oh. Volgens mij omdat ik het edit deed, kon je niet meer open doen. Okay. Boven die berg een ding, een drop. Ja, ik zie daar bovenop die berg, daar ligt een drop. Oh nee, het waren er 3 trouwens, net. 3 kills. Oké, nou ja, is ook lekker. Nu 6 tegenstanders nog. Want ik heb nou 6 kills, dus en ik had er 3 dus. Hoeveel kills heb je dan? Je hebt... Oh, 6 in totaal. 6 in totaal. Ik had er eerst 3 voordat we hier heen liepen. Dus ik dacht dat ik er 4 had, maar dat was die Nock die ook ging dood ging. Dus er zat daar een eenling en een... Ja, die wou... zoiets. Oh, dus je hebt wel iemand zijn kill gestolen eigenlijk, zeg maar. Die telt niet mee. Dus je hebt wel een quad. Je hebt gewoon iemand ge... Nee. Er zaten daar 3 man maar. Eigenlijk moeten we... Ja, die loot nog... Ik had er al eentje genokt daarvoor. Precies. Al jij het wel, ik niet. Ik ben Nederlands. Een nutje voor jezelf bouwen.
schiet RPG's of zo. Dan word je geraakt, hè? Ik ga mijn onderkant eruit proberen te schieten. Ik zie al mensen lopen hier, jongen. Ja, 70. Heb jij niet geraakt? Ik heb 70 geraakt, ik hem. Die andere heb ik 36 geraakt hiervoor. Maar waar zit die andere? Ik heb er één nog. We hebben alleen een klein narigheidje, we moeten er naartoe. Dus ik wil niet te veel kogels gaan gebruiken, want dat zou... Ja, die bandages heb ik niks meer aan, ja klopt inderdaad niet. Maar dat moet ik zo meteen doen als ik... Dit is het eerste dat ik ruil. Wat gaan we doen? Ik kan weinig doen, hè? Ik heb 79 kogels zonder van mijn kogels. Kijk, kijk, kijk! Bam! Heb je iemand? Bam! Oké. Nog 3. Beetje hieronder. Waaronder? Hier bij mij. Alsjeblieft. Laatste rek voor ons. Oh, gaan we doen? Gaan we hunten? Dat is de laatste. Gaan we hunten? De laatste zit recht voor ons, 284. Ja, weet ik, maar we moeten toch uit. Over 30 seconden gaat hij shrinken. Ah, hier, dan krijgt hij nog wel rockets op zijn knars. Ja, perfect. Zullen we hunten? We moeten er sowieso naartoe. Let's go, baby! Lekker, Erik. Ja, ik denk, ga flanken, dan is hij afgeleid, snap je? Oh, 10 kilos. Ja, lekker, hier. Ik denk, ga flanken. Van boven die berg. En toen... Er waren 2 duwers aan het vechten. Die waren allebei eentje van Nocht. Ik schoot allebei die 2 gasten eentje van neer. Of ja. De laatste van neer. Daarom had ik van allebei. Maar weer het eerste potje. Dus eigenlijk hebben we nu gewonnen. Daarna zijn we... 60 geworden zo, en daarna weer winst. Ja. Lekker, Erik. Erik is wel bies, zeggen ze. Ja, dat was met die Rocket Launcher, was dat. Dus, Nee, dat zijn ze net nog. Oké. Ja, ik kan het niet zien, die tijd, hè. Ja, het is een tijd geleden, ja, ik weet het nog wel. Ja, Erik. Ja, Erik is goed, hoor. Dus dat helpt wel mee, hè. Helpt dat? Dat helpt wel mee, ja. Hoeveel winst ik heb? De boord zo. Profiel bedoel ik. Profiel natuurlijk. 8 keer duo, 5 keer squad. Ik heb pas 25 duo op Xbox. Hm. Maar ik win wel 1 op de 7 potjes ongeveer op duo. 1 op de. Ja, 1 op de 6, 7 nu. Maar het gaat steeds harder, ik win er steeds meer dus. Oh, doelpunt! Van wie? Ajax? Doelpunt! Ah, het is mooi, direct kijken jongen, je ziet heel veel doelpunten vanavond. 4-2, Ajax nu. Heb je Naxa stand gezien? Nee, wat dan? Naxa staat 6-1 voor. 6-1, Nak. Dingen hebben rood gehad, tegenstander. Okay. Stond al 3-1 voor. Hey, zeg jij maar waar we naartoe gaan, jongen. Ja, maakt mij niet zoveel uit. Shifty. Shifty Shaft. Shifty Shaft Jumping Hall.
Hey, is goed man, daar gaan we. Lekker doen, lekker doen. Net op het einde was het echt perfect dat we daar boven stonden. Ja, ja, we kwamen goed uit daarmee, al moesten we wel aanvallen. Maar ik bedoel, daarom ging ik flanken, ja, denk ik, weet je. Hij moet toch op mij letten dan, want ik kwam Scar aan de zijkant. Dit is ook zo'n duo bij ons. Nee, maar beneden ons, bij die berg, stonden ook twee duo's met elkaar te vechten. En allebei van het team, van die twee teams was er één knocked. En ik schoot precies allebei die gasten neer die nog levend waren. Ja, dan, ja, dan kom je goed uit, hè. Kawain en Scar. Oh, Erik, groot probleem. Dat weet ik niet. Waar ben je? Ik kan niet zomaar bij jou komen, Fish. Ah, kom op nou zeg. Nou Erik, succes. Oh. Oeh. Wat gebeurt er? Erik? Ja, wat? Wat is er? Ik word uit de game geknald. Timeout. Hey. Forcing disconnection. Want? Ik weet niet, stond erop. Timeout, force disconnection. Nee jongens, ze zagen als het goed is Dutch Gamer dat ik ga er wel uit. Ik kreeg een problem occurred in de transition en nu stream. Ik heb trouwens die twee gasten dood, maar ik ben eruit. Oké. Dan kom je niet meer bij mij, hè? Nee. Of wel, jawel. Ik ben gewoon geliefd. Kijk maar. Zit nou bij jou toch al bij, of niet? Dus ready? Oké. Ik lief gewoon, hè? Ja, ik lief gewoon. Ja, maar dat is raar. Normaal zou ik niet bij mij moeten komen. Maar... Dat is goed. Lief gewoon, ik druk de leave game, klik. Ja. Wat een score, joh. Gewoon zo. Nee, wacht. Maar dat klopt wel. Ik joinde daarna volgens mij weer. Ik drukte alweer op joinen gelijk. Oh, het zou kunnen. Heb je een fight, volgens mij. 4-2 Ajax. Oeh. Bijna 5-2. Trouwens ook zoiets. Erik, wat een beest lekker. Heb je al solo? Nee, maar ik heb dus solo aan meegemaakt. Gamers AD, Erik is Kaulo. Liefst. Shooters, dat kan ik wel. De rest moet je niet aan mij overlaten. Maar... Hij heeft geen verstand, maar... Ik heb HBO elektrotechniek afgerond. Dat is alleen maar wiskunde bijna. Dan heb ik geen verstand, zeg je. Nee, zeg maar. Ik had geen verstand. Oké, dan zeg ik het. Okay. Hey jongens, like, deel even de stream. Wel, winst, hè? 1 uit 2 hebben we. Een winst. Ja, jij gaat eruit. Ik kan hem gewoon kunnen winnen, misschien. Ja, ik ga er ook uit voor jou, want anders ziet de stream niks. Nee, maar dat, als meekijkt met jou is het niet zo erg. Ja, maar dit. Ja. Dan krijg je gewoon de forcing stoppen. Ja, maar ik was toen niet dood, dus dan is toen, ja. Dan is het potje eigenlijk nog levend. Ja, weet ik. Maar ik bedoel, ik kreeg een meer fout dan. Eén uit anderhalf dan. Jij was alleen dood, 1/2. Ja, oké. Okay. Zo doen we het zo gaan we positief. Mijn mannetje stond even vast of zo. Jezus. Smokes gevonden. Yes! Altijd al willen hebben. Het kan handig zijn om weg te komen. Ik zou trouwens wel iemand hier aan de overkant verderop. Ik heb alleen een sub, dus. Nee, ik ook twee subs heb ik. Iets op jou of? Hoorde je dat? Ja, ik hoorde allemaal. Jij geraakt of? Dus. Ja, ik ben niet met twee mensen. Ik heb één Nokkie. Kom eraan. Hij pusht jou. Ik kan hem niet raken. Ik kan niet bouwen. Die heb ik, andere heb ik ook. Ik kon niet bouwen op een of andere manier daar. Niet. Mag ik een deze jaar? Ja, die wil ik wel hebben. Oh. Die wil jij hebben. Oh, sorry. De tyfus. Krijg een, maak je uit, dan pak je andere. Maar ik moet wel health hebben. Er zitten maar 14 kogels. Ik ga hem dan niet reloaden ook. Ik moet iets in health hebben. Die heb ik niet. En ik zie trouwens iemand lopen. Waar?
Aan de overkant bij, hoe heet ik weer? Noord, rechtstreeks. Even kijken of hier nog wel licht. Heb ik nog een pistool, neem ik ook wel mee. Sniperkogels heb ik toen niks aan, jongen. Goed ding. Ik was één zijn dan, toch? Heb je deze ding al gehad? Nee. We staan op het dak. Pas op. Hij heeft ons al gezien, volgens mij, of niet? Ik heb wel een beetje weinig geld. Nee, ik heb niks voor je. Die gasten staan nog op het dak. Dus ik denk dat we beter gewoon weg kunnen zijn. Als je het niet erg vindt. Wacht even. Nou, nee. Hij staat ook op het dakje. De hele tijd te kijken, die gast. Ja, naast je. Naast me. Zo. Erik, kom je mee? Hij zit hier in de rode hokje. Wat? Die neet was nog ineens in de buurt! Kut. Hij komt hier bij die blauwe auto. Ja, shit. Je moet hem killen, anders killt hij mij. Ja, weet ik. Ja, kom dan! Nee, maar er zijn twee. Oh, ik ben van ver. Dat weet ik wel, maar... Ja, maar ik weet dat er twee zijn, maar nu kan hij easy mij killen. 16%, hè. Ik kon je hem beter naast jou toe laten komen dan op een schieten. Ja, het schiet mij toch dood, dan heb je toch helemaal niks meer aan. Dan moet je dat altijd in je eentje gaan doen. Geen held. Kutzooi, hè. Ja, was je trouwens in één keer weg? Nee, ook al. Die neet die landt over mij heen en ik ga dood. Ik heb 1 euro ontvangen. Ik zag die neet gaan, hè. Die kwam en ja. Ik denk, nou... Ja. 1 euro van Andreo de Boek. Ah ja. Ja. Oké, okay, nou netjes als je zo'n comment achterlaat. Maar ja. Stom. Ik ga nog eens vertellen wat er stond. Eno, ja? Is Eno terug op de velden? Wat hè? Een jong Eno. Eno. Terug op de velden van Willem II. 4-2 is het geworden, toch? 2-4, ja. Oké, dan sluit ik even af. Wolf Games. En? Nou, niet zoveel verrassingen, denk ik. Mooi haar op je helm. Oh, nee, wat is het? Alleen Nakkerakelas was misschien wel verrassend, maar voor de rest niet. De rest is allemaal... Ja, hebben 2 goals tegen, ja, dat is niet erg, hè? Hè? 2 goals tegen, maar ja, dat maakt niet uit. Als je 4 maakt. Ja, wind blijft win je. Ja, precies. Ja. We beginnen boven. Oh, dan gaan we hier naartoe. Goed? Ja, is goed. Ik snap soms van Nates niet. RPG's ook soms. Dan schiet je echt recht op iemand. Soms. En dan heb je geen hitmarker. Ja, maar gewoon een KUT, zo te zeggen. Ja, ik ga binnenkort Vespa. Dat is bij die testserver veel minder, volgens mij. Vespa. Die... Maar wat, ja. Vind je niet zo... Scooters vind ik eigenlijk altijd zonde. Weet je, als je 2 jaar later gewoon... Nou, is dikker nog. Je kan het gewoon tegenwoordig creëren, hè, Vespa halen. Ga niet meer. Wat? Hebben ze teruggedraaid. Oh? Sinds wanneer? Volgens mij sinds 1 januari of zo, of die jaren voor. Volgens mij hebben ze dat teruggedraaid, hoorde ik vorige keer. Omdat er te veel ongelukken of dingen allemaal vielen. Terwijl mensen dan of aangehouden werden en dan en natuurlijk dan niemand bij hun zat, bijvoorbeeld. Die dingen gebeuren heel vaak, ja. Als dat het vaker gebeurt, ja, dan zeggen ze ook na een tijdje, we zijn er klaar mee. Volgens mij mag het niet meer, maar
ik hoor dat. Nou, laat onze kijkers, laat het even achter in de comments, of dat zo dat dacht. Dat niet meer mocht, maar ja. Wees hier nog een shieldje. Ik heb ook een grote. Een kleintje ligt beneden. Ja, ja, is goed, ja. Tussen die twee huizen in. Ik moet, oh, dus ik moet eerst even die kleine natuurlijk gesuipen. Misschien nog wachten, volgende huisje ben ik nou aan het kijken. Waar liggen die? Oh, ja, hier. Maar één, hè. Waar liggen die? Hup. Wat maakt er voor een gek geluid als ik mijn wapen switch, zeg. Dat is bij de... Alsof er iets met mijn hand is. Ja, de sound is ook al lekker buggy. Nou, oh, je bent even naar die andere huizen toegegaan. Wat dan? Ik heb geen AR. Ik heb alleen shotguns. Ik heb wel een AR. Heb je dat gevonden nu? Nee, ik heb twee subs en twee shotguns. Ik heb geen shotgun. Dank u. Ik ga wel die verderop kijken. We zitten aan een cirkel, ja. Hm? We zitten in een cirkel, G. Ja, G. En mijn pomp shotgun loopt door. Zaterdag ga ik ook weer live hoor, Noelletje. Zaterdag ga ik ook weer live. Ja. Allemaal loot, wat ligt er? Niks in bijzonders. Oh, shotgun ook wel heel belangrijk. Dat wel. Dat is heel belangrijk. Dat wel, G. Met mijn triggervinger knal ik ze door de nucht. Shalali, shalalala. Tatatata. Hey. Nog een. Lekker veel kistjes hier. Lekker, hè? Lekker. Hier heel veel wapens ook hier. Hè? Poem, 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 poem. En boven ook. Misschien, ook niet. Een AR! Hey, ik heb trouwens een blauwe AR. Ik heb trouwens nou een AR, een shotgun, een pistol en twee subs. En allemaal grijs, dus daar gaan we met Olg mee winnen. Je bent grey. Ik heb hem maar zo. Ik ben grey, ja. Dit zijn vijf... Die 50 shades. Niemand reageert shades, op ons, zeg maar. Of je die... Of je nog je rijbewijs kan halen. Maar je rijbewijs kan halen als je 17 bent, 16 bent. Volgens mij mag je niet meer rijden. Als voordat je 18 was, dacht ik. Iemand zei het vorige keer tegen mij. Volgens mij die ging afrijden of dingen, of weet ik veel. Of er komt er iets in dan, maar... Het was niet helemaal meer dat het de zo... De andere huis is ook niet geloed, hè? Ik niet. Zoiets had ik gehoord van iemand, maar... Ik pak die medkit op en leg hij hem gelijk weer neer. Wat de hel? Ja, een beetje laggy. Beetje, nee, dat is je hoofd, laggy. Nou moet ik geen 5 shades of gray meer, nou nog maar 4 shades of gray. Bomen hakken doe ik voor mijn werk, daarom heb ik pickaxe oladio. Heb je hier nog een tactical shotgun? Doe maar. Pomp. Ik hoor niks, ik zie niks. Er is niks. Oh wel. Ik hoor een dropje heel dicht bij ons. Maar waar landt die dan? Ik heb nog een grote... Oh, die geef ik jou mee. Ik ga naar de brug toe. Erik, als je verwacht, heb ik wat voor je. Ja, loop maar gewoon. Ik ga naar de brug toe. Nog een medkit. Hey. Hey. Geen kistje, boe. Vanaf 17 met begeleiderspas. Ja, dat weet ik wel. Maar dan wouden ze terug gaan voeren volgens mij. Omdat er vaak geen begeleider in de auto zitten. Maar dan ben je gewoon een reis onder rijbewijs. Nee, maar het punt is, er moet altijd een begeleider bij zitten, ja, bij 17. Als je, volgens mij werd dat heel vaak niet gehandhaafd. Als mensen aangehouden worden of weet ik veel wat, of een ongeluk krijgen of noem het maar op. Dan wouden ze volgens mij weer terug gaan draaien. Nee, maar als je zonder je begeleiderspas, begeleiderspas rijdt, rij je dus zonder rijbewijs. Ja. Nee, maar dat gebeurde er heel Erik, vaak. Erik. Dat gebeurde er heel vaak. En volgens mij wil ze nou dat gewoon strenger aanpakken weer en terugdraaien, dacht ik. Omdat mensen daar gewoon geen, ja,
die gun je iets eigenlijk, dat ze toch nog eigenlijk een jaar eerder mogen met een begeleider dan. Ja. Ja. Als je dan zelf verneukt, dan verneuk je het ook zelf gewoon met z'n allen. Mm. Had je maar slimmer moeten zijn. Maar volgens mij was daar sprake van. Ik heb trouwens 38 tegenstanders. Maar ik vind het wel kut, we moeten eigenlijk een beetje tegenstanders vinden. Dan kunnen we wapens pakken. Ik heb 4 Shades of Grey, dat is meer dan genoeg. Je hebt alleen grijs. Ik had net 5 Shades of Grey, dan had ik nog maar 45 nodig en ik heb 50 Shades. Er komt ook weer een nieuwe film vanuit volgens mij, die 50 Shades. Hm, dat is ook de derde filmpje, huppatee, boem boem boem. Zit er een shows in denk ik. Ja, boem boem boem. 50 Shades of Shores. Had je dat nummer gehoord trouwens van de rapper Shores? Nee, welk nummer? Nou, het boom, boom. Ja, maar ik ben eerlijk. Het klinkt eigenlijk wel leuk. Etchy. Volgens mij is er niemand in de metertown geweest. En ik heb een fucking blauwe jaar. Let's go. Dat was 1. Spring. Blue, da, ba, di, ba, da, da. Spring hierop. Hey. Echt niemand is in Tomatotown geweest. Ja, wij. Hey, hier ook iets blauws. Hey, hoppa. Al 2 blauwe dingen. Ik heb wel. Ze zijn wel geweest. Armor. Hier zijn ze wel geweest in het gebouw. Stom, hè? Ja. Er ligt iets paars boven. Paars. Ja, ik denk een pistool. Nee, shotgun. What? Tactical shotgun, paars. Nou, laat ik me. Wil jij groene shotgun hebben? Meneer. Hier. Op de gaans groene shotgun hebben, jongen. Kijk, jongen. Heel langzaam gaat het wat worden. Oh, juist hebben ze gehad. Ja, oké. Okay. Lopen over de auto heen. 40 kijkers. 40 kijkers. 40 kijkertjes. Nee hoor. Oh, terug. Hoe oud zijn de kijkers? Als ik vraag mag. Hoe oud zijn de kijkers? Heb je hier wat? Nee, maar bij die brug hebben ze al gejat van binnen. Dus ik ga in die tunnel, sorry, in die brug. Okay. In die brug gaan. In die tunnel. Hebben die alles al gehad, ja. Dus zo, we gaan nou even hier kijken. Mm-hmm. Ik zie hier nog een blauwe shotgun, denk ik. Ik ga ik maar groen inwisselen. En, wat doet hij nou allemaal? En hij legt dat wapen weer gelijk weg wanneer ik mijn pickaxe pak. Oh, oké, dan heb je die glitch weer. Dat oh. Wat jij hem? Nou, nee, maakt niet uit. Ik neem wel die bandages mee. Ik wil ook iets paars, ja. Jij hebt er al één. Dit vind ik ook weer raar. Dan pak je zo'n shotgun op die daar ligt. Geen kogels erin. Ja, weet ik. Dan moet je even... Ook zo'n glitch weer. 21. 16. Ezek. Hey, Ezek is er ook. Hey, goedenavond, jongen. Leuk. Zo. Nou. Ja. Wat gaan wij doen? We gaan weer terug, hè? Ja. Al ben je al met daar weer? Ja. Ik ben heel snel, jongen. Bouwen. Tjik-tjak-tjauwa. Alleen geen sniperinos. Ja, mijn appeltje is ook een sniperinos. Hier nog kogeltjes. Moet je niet vergeten. RPG-kogeltjes. Heb je RPG-kogeltjes? Met die RPG-kogels? Oh, ja, heb ik. Kon je het was droppen? Oeh, er zijn er toch weer 2. Nou, alles helpt, hè? Wie het kleine niet eert, wie het grote niet eert. Ja, wat hij zegt. hoeveel assaultrijverkogels heb jij? 184. 72, dat valt mij. Maar zak je een kistje op? Ik zag het niet goed. Huh? Oké, die bouwt hij daar ineens voor. Onder. Maar die gewoon. Oh, nee, RPG-kogels. Ik pak die assault-rijverkogels al even. Pak jij die RPG-kogels? Dat heb ik al. Even kijken. Stormpje. Oh, hier zijn we weer geweest. Zijn we hier geweest, joh? Nee, joh. Hier kwam we even gaan, jongen. Hier rechts niks eigenlijk.
nog een beetje cirkel in, sorry. Hier zit door de cirkel in. Even kijken waar we heen moeten, Rick. Ik heb maar 250 hout, dat is ook niet veel eigenlijk. 111. Net een hutje van bouwen. Nou, shotgun zie ik, maar ja, ik heb paars. Oh, die ene fucking loot ding zat in een boom. Daar, bij de Wailing Woods. Als je iemand? Nee, die loot dingen zat bij Wailing Woods in de boom. Oh. Is lekker slim, dat hebben we net weer niet gezien. Ik zie niemand. Zijn er wel spelers? We hebben nog maar 15 tegenstanders. Ja, 15 zegt hij. 15. Liep al de goede kant op, ik wist het. Gaat echt op één keer ekers gaat komen. We hebben nog echt veel kills gemaakt naar deze ronde. Zo man, echt, die 10 ga ik nog wel halen. En we hebben ook echt, heel raar, we zijn goed gespawnd en... Meen je die nou, die twee silo's staan nog en zo? Ja, ik zie ze. Wat die silo's, op 285-300 zie ik mensen. Bij het huis? Ja, dat huisje, dat kleine huisje voor. Hier voor me gelijk? Ja, volgens mij wel. You sure? No. Ik ga nu twijfelen. Om wat? Of er mensen waren. Hierin zitten dan? Ja, dat leek wel over hier mensen. Ik zag een schaduw. Ik zie niks. Wees, zag jij iemand of niet? Ja, maar... Er is niemand hier, hè? What the hell? Ik ga deze silo's doen. What the actual hell? Ja, maar ook. Misschien zit er wel een scar in. Kom je naar me toe? Ik ben naar de huisje. Oh, de huisje is wel gloed. Oh nee, kogels. Kom maar, vis. Wacht op mij. Je bent zo dood. Misschien wel. Waarom zie ik niemand? Zijn wij de totale opposite flank gepakt? Zo, poem, poem. Er zit niks meer door, niemand meer. Die zat ze met een cozy campfire. Cozy. Ik heb een zo'n halve ding 50% armor gepakt. Zie je iemand of niet? Nee, het was een... Dat vraag ik niet. Of je iemand ziet. Ik zie echt nul, hè? We hebben ook 9 tegenstanders nog maar. Dat zal voldoende, denk ik. Hallo. Nou, daar worden we blij van, man. Kampvuurtje. Ik ga terug, want het zegt midden in de fucking cirkel. Ik ga geen bandages verpakken. Ik leg die neer. Hey. Neem zes van die halve. Ben je die nou, zijn ze die vergeten? Wat de hel? Wat? Zijn ze gewoon vergeten? Hier ligt een shieldje, 50. Ik weet niet of je die nodig hebt, maar... Ja, die heb ik. Ik heb er eentje bij me. Dan kan ik er twee. Hier ligt er nog één. Ah, hier zo, vis. Ah zo, hier zo. Daarachter. Tjonge, jongen. Zit ze nou wel midden in de fucking tering? Ik snap er helemaal niks van, jongens. Ik loop gewoon midden door die cirkel heen, waar die heen gaat eigenlijk. Gewoon, ik loop gewoon het veld over, gewoon zonder te kijken. Ik zie niemand. Fishy, bedankt. Ik loop nou echt gewoon door die sprietjes heen. Iedereen die nou mij ziet, die ziet me springen, jumpen. Hossen lopen. Niemand schiet. Zelfs geen sniper probeert het. Nog maar 6 man. Oh, ik zie iets gebouwd worden bij 240. Ze schiet op jou, denk ik, of niet? Ja. Ah, ik zie ze boven, ja. Twee keer zijn shield geraakt. Ik heb geen sniper, dat is het kutte. Zie ik daar nou weer? Applaus? Ja. Pistool. Op mijn vis. Ik
En? RPG's op jou. Oké, ze komen we naar die nieuwe cirkel. Ja, wacht even, ik ga even kijken wat erin zit. Nou, niks. Bouwen we bij die andere fucking dingen ook. Ja, ik zie het verderop, ja. Verderop, op 177 onder as. Twee rijks ergens. Ja, precies. Gaan doen. Ga je dak op? Geen commentaar, het zal best. Even kijken, we waren daar net toch? Dit is ze nog, denk je, of zijn ze al... Oh, ze lopen al weg. Waar lopen ze? 190. Iemand 66 shield af en die andere 33. Deze, kom hierheen. Ben je naar beneden? We hebben een hele basis gebouwd. Nog steeds geen sniper. We hebben nog maar 4 tegenstanders. Ja, waarvan 2 hier recht voor ons. En 2 links, zo te zien. Oh, ja. Je sprong bijna voor mijn RPG. Sorry. Gaan we doen, gaan we pushen? Nee, laat maar even. Daar links zitten ook nog mensen. Dus as, zitten rechts mensen daar bij de houtdijkers? En links zitten mensen. Dus als die elkaar nou even vat op krijgen. Ze schieten op elkaar, denk ik. Ja. LOL. Nou, nah. Het zou het zijn, hè? De andere 2 zitten daarboven. Eliminated. Het is 2-2. Nou. Oeh, ik ben geraakt, hoor. Maar ik kan... Wat wij nou doen, jongen, ik heb geen. Kom op. Ja. What the fuck? Lopen naar rechts. Ik ben geraakt. Fuck, sorry, dat was niet de bedoeling. Oh, 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 oh! Niet in de open ruimte gaan staan. Coordinates of zo. Nee! Meen je die? Kan je kijken, kijken? Maar je moet me reviven of zo. Precies die fucking. Wauw, ze schieten net onder mijn vloer vandaan, schiet ik hem op de grond. Blijf er, blijf. Ja, dit echt, wauw, die timing. Ik schiet net een RPG, ik val naar beneden, schiet ik die RPG, schiet ik mij gedood. Oh, die meen je toch niet? Ja, maar het was, weet je wat het probleem was eigenlijk? Dat we gewoon echt niemand tegen hadden, dan heb je ook geen loot. Ik had geen sniper, dus ik kon niks van veraf doen eigenlijk. En dan, ik had een RPG, dat was het enige. Ja, daar schiet je mee. Ik had en geen daarna... wapens, joh. Ik had geen wapens. Ja, ik had 2 shotguns of zo. Ja, daar heb je lekker weer van. En ik had geen materialen, helemaal niks. Ik kon 5 muurtjes bouwen, denk ik. Ja. En ik schoot die ene gast nog wel wiek, maar ja. Geen wapens te vinden, joh. Ik heb gewoon geen wapens. Ik zie mijn assault-rijfel, groene. Nou, leuk, man. Vet, man. Het gaat gewoon.
Hun schieten net mijn ding kapot met die nades of zo, weet ik veel wat ze hadden. Hoe en ik kwam naar beneden en ik drukte al op mijn knop om te schieten met mijn RPG. Maar serieus, je zit de hele tijd in de cirkel. Hoe krijg je van elkaar om niemand tegen te gaan? Niemand, hè? Niemand! Ja. Oh, dat is heel stom. Maar ja. Oké, okay. Lol. Ja, ja, ja. Ja, nee, ik had geen loot, ik had geen sniper. Wil ik op deze. Die, als ik hier een sniper had, had ik die ene gast al lang nog geschoten. YOLO? Hey, YOLO? Ja, is goed. Die ene gast stond de hele tijd stil, die linker. De hele tijd. Als ik gewoon een sniper had, had ik even zo omhoog kunnen pieken, zo. Boep, boep. En dan had ik hem waarschijnlijk nog geschoten. Maar nee. Kut. Ik heb gewoon een sniper nodig, man. Kan je ook mensen zien? Oké, waar gaan we naar? Wauw. Weet je wat we gaan doen? We gaan keren, hoor. Echt niet. Echt niet. Nou zijn we er. Nou gaan we het doen ook. Het lijkt wel spaghetti wat er naar beneden komt, gewoon. Waar ben je naartoe? Ik ga boven. Zo, ik hoor voetstappen. Niet stop. Zo? Ja, what the fuck? Wees, ben je dood? Ja, ik heb er twee. Ik heb er twee! Nog, ik vind het nog een wonder, hoor. Ik heb er al één. Pas. Ik hoorde net echt, ik kon niet meer horen waar ze allemaal vandaan kwamen. Dat is echt ongelooflijk. Oh nee, naast me. Ja. Nee, achter me. Nee, toch niet. Wel. Ja, nee. Ja, toch niet. Waarom reloadt hij niet? Gast dan. Ik reload dat wapen niet. Hoor je mensen, man. Ja, dat hoor ik, ja. Er wordt het verbouwd bij je, jongen. Ook ergens. Ja. Hallo. Zo. 60% armor weg. Ik haat dat je hem raak schiet en 9 damage geeft met een shotgun. Weer een moment. En dan schiet hij jou. Het slaat echt helemaal nergens op. Moet nog eraf gaan. Het slaat echt helemaal nergens op. Zoveel mensen in één stad. Nou ja, we weten in ieder geval waar ze gemiddeld zitten. Jezus, mensen. Ik ging daarin naar het gebouw gewoon beneden. Ik denk, hij zit naast me. Nee, nee, toch niet. Hij zit, ja, nee. En toen, toen niet. Ja, oh nee, toch niet. Nee, ik had mijn doel gedaan. Ik heb mijn doel 2 kills had ik. Het was meer dan in het hele potje net. Maar ik heb niks, geen kill. Ik werd tweede. Maar ja. Yeah. We hebben 40 kijkers. Jongens, allemaal welkom. Welkom bij de livestream. Voor de Tissen Erik. Olaf en Gunther. Oh nee, Greta en Gunther was dat. Sorry. Dat is hier schön, aber... Greta en Gunther. Gewoon niet lullen, gewoon, zou ik niet doen. Oh, niet lullen. Niet moeilijk doen. Nee, ik wou het zeggen, dat je hierna een potje solo moet doen. Oh, oké, moet ik solo doen? Ja, je moet je chick eventjes halen. Even chickie even halen, zo. Fetal. Zeg ik zo, je hebt de lift nodig, kom maar in mijn auto. Fetal Fields. Doe even wat snel hand- en spandienst in de auto en dan komt het weer goed, hè. Hand? Oh, dus we moeten zelf ook nog gaan trekken. Ik zei doet toch hand- en spandiensten.
Ik heb nog vast wel een spanbandje achterin hoor, dus... Nou jongens, kom op. En handschoenen vast ook wel. Dan ben ik in een kwartier terug en je moet nog solo taken doen, dus... Ja, weet ik wat ik doen. Krijg je toch nog iets van je battle pass. Die moet in het huis naven. Eerste wapen vinden is daar ook een... Kut fucking tering tyfuszooi. Ja, gewoon echt 2 seconden weer die hooi. Pjuf! Pjuf! Nee, gewoon bam! Niks te pjuf. Groene valdrijvel. 50% schild. Alleen een shotgun en een sub. Dus, geef een AR. Geef een AR. Ik heb een burst. Ja, die heb je zelf nodig toch? Nee, ik heb er gewoon ook. Ik heb hier al een normale groene. Even mijn wapens rangschikken. Even wat snel hakken. Dan kom ik jouw kant op. Hakken en zagen. Zagen en hakken. Zo, heb ik 100 hout, kan ik wel mee. Challenge die hap! Waar ze zitten, maar. Hey, was jij hier geweest? Rooien, ja. Hey, ik zie Slurpy. Ben wel alleen dan, hè? Een Slurpy. It's me and my salt driver, jongen. Op het huis zitten ook nog mensen. Normaal huis. Eer, ga eer. Bro. Ja. Broodje. Ik geef jou een slurp. Hier. Slurp! Kring. Waar ben je? Waar ben je dan? Oh, hier beneden. Oh, ik ben weer aan het wandelen tegen de muur aan. Ja, je lijkt net op die dingen. Ja. Heb je die op Facebook wel eens gezien? Met die real life... Ja. Staat hij ook zo tegen de muurtje? Zegt hij twee man. Staat hij echt gewoon zo, met zo tegen die muur. Twee man. Nou, en nu? Nu de lucht inbouwen. We zoeken mensen. Rechts voor ons, Noord. Daar. Voor ons. Eén, Zuidwest, in de... 240. In het huis. Dat is geloed. En ligt ook boven... Wat? Hier voor ons. Nokkie, bitchy! Oh. Ah, dood. Hij is gelijk weggegaan. Wat een gast. Oké. Okay. Vielen. Maar je bent wel... Hij heeft me 2 keer geraakt. 2 kogels. Maar hij had 100, 200 held, dus dat valt nog mee. Ik heb maar één schildje voor je. Heb je die? Maar ja. Waar zei jij? In de huis? Ja, ik dacht in het huis Zuidwest was het. Daar is geloot. Oh, what the fuck. Ik weet niet waar die gasten gebleven zijn. Kom op, ga gewoon vol. Kom op, volg me. Hop, kom op. Go. Wat? Go. Liggen geef maar dat shieldje, jongen, kut. Hallo. Hé, hey, kom zo. Hier, kom op. Hier, ja. Shot in je bakkes. Ja, geef maar. Ik heb nog geen shotgun. Ik heb mijn jongen. Bandages, lekker hoor. Nou, mensen nog boven. Assault rifle, groen nog een groene. Wil je een groene hebben? Ik heb wel een groene. Hier, kom maar, ja. Kom maar hier beneden. Een groene. Heb je al? Wat ben je hier aan verbouwen? Kogels pakken. Salt rifle met scope. Gewoon aids dus. Even kijken. Hier is nog een gast neergegaan. Oh, recht voor ons, Noord weer. Oh ja, twee.
Ja, twee gaan naar die boerderij door, toch? Is dat toch een boerderijtje? En die stallen. Ik zie jou. Push je verder? Push je, ja, ze gaan naar binnen. Dat is wel gevaarlijk, hè, op zich. Maar ze springen helemaal naar rechts toe. Zijn ze er vandoor? Voor mij wel. Ja, rechts. Ik heb hem geraakt, 60. Die andere gaat naar zijn teammaat toe. Dat is niet slim van hem. Dat is zijn teammaat. Die heb ik ook. Nice. Goed ben ik, hè? Ik gooi al een nade naar die gasten toe. Met kick mee? Ja, het zijn er twee. Oké, ja, precies. Het kick mee, nee, het zijn er twee. Het zijn er twee. Hola, die. Even reloaden de gizel. 28 tegenstanders. Hou wie? 28. 20! Lekker hoor. Maar die 10 kills ga ik er niet halen, denk ik. Ja, dat. Want ik heb een appels 1. Ik heb lekker 2! Ja. Waps 2, ja. Dat is zeer schön. Ik heb nog geen sniper. Kutwapens eigenlijk. Ik heb echt bandages en assault rifle, burst rifle. Ja, dankeschön. Wat? Semi-automatische sniper. Maar ja, boeien, maakt niet uit. Oh, bandages boven trouwens. En kogels. Kistje. Nee. Wat? Er is geen kistje boven. En voor mij wel. Hoor ik toch goed. En wat heb je nog? Yes, wel. Maar ik wil die... Bandages mee. Nee, ik wil die pistool. Ik heb eigenlijk wel. In ieder geval, je weet het nooit. Het kan handig zijn. Ik ben naar de gevangenis toe. Zullen we maar gelijk gaan? Ga niet door naar start. Ga niet naar start. Hé, hey, heb je hoeveel assault rifle-kogels heb jij? Jij dan? Dankjewel, Olivier. Ja, dankjewel, Olivier. Ja, hij zegt van beterschap met je vader. Dan moet je de video kijken van 2 dagen geleden. Ik wil het liever niet in de stream over hebben. Zie me. In die bossen gaat het gebeuren. Ik ga vangen, dus ja. Dan wil ik naar de... Of in de gevangenis, daar wil ik naar de gevangenis. Misschien ligt er nog loot. Ja, het is een locatie wat niet... Waar altijd iemand heen gaat. Ja. Het kan ook zijn dat er helemaal niet ligt. Ik probeer even de sound te horen. Ik zie er niet veel deurtjes open en ik zie daar een... ja, ik denk dat ze er wel zijn geweest. Volgens mij lagen daar geen kogels meer. Oh, nou, hier liggen nog wel kogels en zo, dus misschien... Deur dicht. Daar, de deur dicht. Er zijn toch gewoon mensen geweest, maar... Wat staan hier allemaal... Het dak is niet handig, hè? Ik ben al naar binnen toe. Schrijf. Laat ik het dicht doen. Sniper kogels extra. Ja, kogels extra. Ik weet wel goed mijn weg te vinden hier.
Ja. Jij of ik? Ik. Ja, dat snap ik. Hey! Nou. Nou, daar heb ik niks aan. Aids! Kutlocatie eigenlijk dit dan. Oh, hier is wat gebouwd, dus het is zeker weten hier geloot. Oh, lekker slim vis. Het is hier geen reet om sowieso. Heb je een reet? Even kijken. Niet zo'n hele populaire YouTuber. In YouTube. Nou, ik heb gewoon. Nou, ik heb toch. Bijna 48.000 abonnees. Dus jou eens maar bij elkaar moeten zetten. Bij elkaar zetten? Nee, dat gaat niet. Gaat wel, maar ik heb een aardig stadionnetje vol. 50 kijkers, jongens. Welkom allemaal. We hebben één keer gewonnen, trouwens. Eindsmaal, ja, dan eerste. De eerste hebben we gewonnen. Daarna gingen we eigenlijk meteen dood. Daarna was het... lekte jij eruit. Lekte ik eruit. Daarna werden we tweede, geloof ik, hè? Ja. Nee. En daarna werden we tiende of zo. Ja. Recht voor me ging een boom weg. En nu... Oh, er zijn twee drops. Eentje 31, Blijf te bouwen. Ik zou gewoon ergens anders heen moeten. Maar ga je geen weer vonden dat ze niet zomaar geflankt worden? Oh, ze hebben die loot. Shizzle. De vraag is, hoe goed zijn ze? Ik heb hier nog nooit het eindduel gehad. Mosty Meyer. Maar zitten ze nog wel in die hokjes. Ja, in die hokjes zitten ze nog. Wow. Oh, kijk eens rechts van mij. Daar. Kan je er niet echt heel erg helpen, denk ik. En dan beter achteruit gaan vis. Nou, tussen van alles in. Turret hebben ze. Wij trekken ons eigen terug. Ja, we trekken ons eigen terug. Die twee gasten gingen erheen. Oké. En ik kon die gast niet raken, want er stonden nog meer mensen, dus ik ga daar niet wagen. Ik stond tussen vier man in ofzo. Ja, oké, dat is goed, prima. Dus ik was recht op ons, boven op de berg. Daar boven op die berg. Staat er één of twee? Twee. Ik zie ze lopen op 285. En ze gaan opzij ermee. Oh. Mis hem, kutzooi. Oh, pas op. Maar schieten wat hij wil zo. 31. Hier, 31. Oh, zijn armor is weg. Nee, trouwens ook. Nok. Nice.
Eliminators, een donatie, dankjewel voor het doneren. Ik ga zo meteen kijken, jongens. Ik ben er een beetje. Misschien ligt dan ook, hè? Als jullie wel. We zijn hier bezig met de eindbattle. The battle of the fittest. Ja, één kogel. Kut. Heb jij granaten? Ik zie even wat dingen pakken. Ik kijk zo meteen, jongens, eventjes. Oeh, gaat wel veel held van je af. Weet ik. Niet erin lopen dan. Heb jij voor mij wormen zien kogels? Oh, naast je! Rek voor me. Rek voor me. Sorry, ik moet even. Oh my god, kut. Een heel groot probleem. Nou ja, dat kan niet halen. Ja, fucking onzin, jongen! Bij de klem gezet. Ja, het slaan we nergens op. Echt fucking onzin, jongen. Vierde. Ik wil jou dingen geven. Ik ga even kijken, jongens. Ja, daar kan je niks aan doen, jongen. Ja, ik ga er even zo terug. 3 euro! Ik wens je veel plezier. Winnen. Ja, dit potje moet jullie winnen, helaas. Sorry, jongen. Jarno, dankjewel. Dat Dit potje moet je. En de andere gozer waarvan ik het naam niet weet. Ja, dat is Erik, jongens. Het staat in de titel. Het staat in de titel. Ja, ik ga een potje solo, ja? Ik ben zo weer terug. Yes. Succes. Yes. Oké, jongens. Nou, dan hebben we zo. Dit, hè? Nee? Dat bouwen blijft echt gewoon de grootste troep. Ja, maar dat hoort erbij, hè, Kevin? Dat hoort erbij, hè? Dat hoort er gewoon bij. In plaats van, even kijken. Ja, nou ja. Even kijken. We gaan eventjes een solo potje doen. Kick van party. Change game mode, solo. Let's go. Dan gaan we kijken. Dan keek niet naar de titel. Ah, oké, dat kan. Maar dan heb je niet geliked. Ja, no. Dus kijk je wel naar de titel. Jongens, check zo meteen eventjes nog de hashtag game news video van vandaag over onder andere Black Ops 4. En want die was net voor de stream online gekomen, want die mijn uploaden, dat bleef maar hangen op 95% of zo. Daar werd ik helemaal gek van. Dus moest ik opnieuw uploaden weer en dat Ja jongens, mijn maatje Erik, die moet eventjes zijn meisje halen. En dat duurt ongeveer een kwartiertje. Dus 10 minuten kwartiertje. Ik ben chicken, altijd solo. Als ik speel, ik heb een keertje gespeeld. Even kijken, ik ga meestal hier naartoe. Ik ga gewoon fucking Fatal Fields. Daar zit in ieder geval de dood, de loot. Oh, het kan nog niet. Nu ben ik pas uit. Eentjes. Let's go. Ja, hoezo Xbox, maar waarom geen PS4? Nou, PS4 heb ik ook, jongen. Alleen, het is zo dat ik ook met Paaltje natuurlijk heel veel speel. En Paaltje heeft natuurlijk 2 PlayStations. Maar Jamie en Nio, zijn kinderen, die hebben ze die zeg maar in beslag genomen. Dus die staan bovenop hun slaapkamer. En staat beneden Xbox, dus daarom spelen op Xbox. Ik kan ook op PlayStation spelen, hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Maakt het trouwens mij helemaal geen reet uit of ik nou op Xbox speel of PlayStation. Mooi man, trap. Die heb ik echt nodig. Let's go. Weer een donatie. Ik ga het zo meteen kijken, jongens. Ik check het eventjes naar de. Of ik kan het misschien nu even kijken. Heel snel kan dat nog. Nee, ik kan het niet meer zien, jongens. Sorry. Excuses. Wel 3 euro zeggen, zag ik trouwens. Dat zag ik heel snel. Want ik ging van 21% naar 24%.
Ik zag hem niet. Kut. Nou, lekker dan weer. En dan moet je opnieuw beginnen. Dat is echt zo'n kut, vind ik dat daar, jongens. Ik heb je opnieuw, hè? Hoe zoveel winnings heb je? Ik zeg al, dit is mijn derde potje waar dit. Ja. Het derde potje ooit was dit. Nog een jaar nou. Je kan shorts vinden in de club. In de pub of Pornhub. Ja, yeah, let's go. Visie, zou je het ooit met een Gmail doen? Nee. Never. Nee, never, jongen. Yo, Daniel, goedenavond. Ik speelde eventjes voor de mensen die dus net inschakelen met Erik. Maar ja, Erik moest even zijn meisje ophalen. Moet ook gebeuren. Ik heb hier wat voor mijn Battle Pass gehaald. Oké, nou. Waar beginnen we nu? We beginnen bovenaan, denk ik. Nee, beneden zijwaarts van Moshi Meyer. Nou, waar ga ik naartoe, jongens? Waar ga ik naartoe? Waar ga ik naartoe? Ik ga hier naartoe. Ik ga daar naartoe, in die racebaan. Ik vind het ook wel een leuke locatie. Dan doe ik een beetje meer aan de zijkant wil ik zijn. En dan gaan we kijken of ik een beetje wat kan overleven. Een beetje kan killen. En dan zien we het wel hier. Vis vind je naast voetbal ook andere sporten leuk om te kijken? Ja, zeker. Ik vind schaatsen heel erg leuk om te kijken. Tennis vind ik heel erg leuk om te kijken. Ik hou... wat nog meer? Darten. Darten kijk ik heel graag. En ik zie iemand voor mijn neus. Die gaat naar mijn locatie toe. Dus die kan echt de tering genieten. Vuile vis, smerig pleurisleier. Hufter. Bloedleier. Later, boys. Ja, kutzooi. Nou, dag, vis. Serieus? Wat een mazzel. Oké, nou. Let's go. Zit in cirkel. Oké, dat is mooi. Looten. Wat een mazzel, hè, jongens? Of niet? Oh. Oh my god. Looten, looten, looten. Looten, looten. Ja, het is waarschijnlijk damage van het andere duel natuurlijk. Het is echt fucking mazzel. Je had echt 30 geld of zo. Ik sloeg hem 3 keer en was dood. Wat een mazzel. Maar daar zit natuurlijk niks meer.
Ik kan hem nog even kijken voor de zekerheid. Het is toch nog 2 minuutjes. Je loopt ook iets te slow naar mijn mening. Oké. Nou, maar ik weet nog niet alle locaties, hè, ouwe. Er zijn mensen die spelen dit al, die hebben al dit al 500 uur gespeeld. Die weten alle locaties. Ik weet het nog niet echt. Ik weet wel, bepaalde locaties weet ik het wel trouwens, maar dit soort locaties natuurlijk niet. Ik ben nooit, hier kom ik nooit, hè. Never. Ja, zie je, niks is hier. Nu weet ik het ook even niet. Kijk, nou moet ik maar hier naartoe gaan. Zo, dan gaan we daar naartoe. Ja! Dus. En dan hopen dat er iets is, hè. Ik heb hier een assaultrijfeltje. Reloaden. 4 jaar test van de jongens. Niks aan de hand. We kunnen ook daar nog kijken trouwens. Daar ligt wel wat in, dat weet ik toevallig. Kutje! Oh, kom! Niet, hè? Ik kan niet bouwen daar. Wat nep! Kan niet. Kan niet. Hoe kan dat dan? Nou. Lepra! Netjes, 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 jongens. Hoe kom ik daar dan? Ik snap dat nooit, jongens. Echt waar, serieus. Ik zit nou te kutten. Ik moet ook even... Dan zo. Hup! Oeh. Nee! Ha! Nou ja. Beetje held weg. Maar het zonde om het juk-juk gebruiken. Oh, ik heb mazzel. Fuck, jongens. Wat is dat nou voor gezeik met het bouwen? Oh. Kutbus weghalen. Kistje weg! Tering, dat ding is toch gewoon irritant. Dat is het foutjes maakt dan, hè. Hoorde wat. Hier is nog een kistje. Die is helemaal niet geloot. Wat is dat? Grenade launcher. Steen. Weet je wat, het heeft toch een nut, fuck it. Nee, ik blijf nog even hier rondlopen. Kijken hoeveel loot is. 28 tegenspelers. Shotgun. Goud. Kissy. Uh,
moet naar Tomato Town. Nou, hier nog een kistje. Ook lekker. Hup, meer kogeltjes. 20 kogeltjes. Even het hout meenemen. Zoals die grill neem ik mee, jongens. Alles neem ik mee. Alles neem ik mee. Zo, nou ook even 180 of 170 hout. Heb ik tenminste wat. Dat kan ik ook meenemen. Is lekker snel meegenomen. 20. Hier is wat gebouwd. 23. Leef het niet in mijn traps. Ga op af gewoon. Wat is stil? Ja, dat is stil, hè? Finn, dankjewel. Ik hoop maar dat het zo, lekker zo snel wel goed komt met mijn vader, hè? Operatie over 4-6 weken. Te stil, jongens, hier. Nou. Ik ben een beetje zonde misschien, maar ja, ik moet toch zo meteen er wel in. Er zijn nu niet zoveel mensen meer, 20 maar. 19. Man, zo slecht ben ik erin. Oh. 19. Dat is zo kut aan dit, hè. Moet je weer helemaal opnieuw in je eentje. Met z'n tweeën heb je lekkere interactie. Kut zo. Maar je moet bouwen, hè. Dat wil je gesandwiched met tweeën. En zie je, je hebt niks aan een Juk-Nuk, zo bijna in je solo, vind ik. Een duo ook niet. Juk-Juk? Ja, dat wel met duo, denk ik. Oh. Ik werd 19. Erik is alweer, jongens. Erik is er weer. En je loot iets te sloom, zeggen ze. Ja, dat zei ze net in het begin, maar ik ging naar die racebaan, zeg maar. En daar zaten mensen. En toen, ja. Toen had ik helemaal geen wapen. En iemand in het duel, die schoot op mij. Die miste twee keer shotgun op mij. En die sla ik drie keer sla ik hem dood. Die had net een kill gemaakt. Dus ja, dat is wel grappig, was dat. Oh, wacht trouwens, ga wel even pissen. Ik ga wel even pissen. Jongens, zijn hier lekker met... Erik is er weer, we gaan nog een uurtje door ongeveer. Jongens, drop even een likey als je dat wil doen. Dat zou tof zijn. En ik ga even naar het toilet. Maar in ieder geval, Erik is weer. Lekker lekker veel actie voor je huis beter. Ja, maar ik vind het echt... Jij zag het net, het is gewoon kut af en toe. Oh, solo, ja, solo is echt kut, jongen. Echt dood, weer helemaal opnieuw. Duo bent, kijk je elkaar nog, weet je. Ja. Skycon. Niet om te winnen, tilt. Ik zal het chat lezen, bla. Ah, vies. Vind je naast bijvoorbeeld ook een ander spot leuk om te kijken? Dan een gozer heet Erik, dat heb ik al gelezen. Hashtag pissen, ja.
snap niet dat hij nog niet zijn waterleiding heeft aangelegd. Dat hij gewoon vanuit daar. Ja, ja, ja. Kijk eens lekker. Kijk eens, ja. Kijk eens lekker. Lekker, lekker. Ik vind het persoonlijk vind ik echt duo leuker, hey, als ik eerlijk ben. Want je hebt een lekkere interactie met elkaar, snap je? Heb je interactie, ja? Interactie? Ja, de interactie met elkaar. Daar is ook een Battle Pass, is nu level tier 25. Ja, oeh, mijn is 70. Mooi man. PS4. Wat krijg ik nou? 104... Oh, ik heb 400 bucks gekregen, ja, inderdaad zie ik. Ik heb het dus straks 300 gekregen. Oké. Okay. Dat op 1 knop drukken, PvE. Daily bonus, hey, 300. En PS4 heb ik die zombie mode erbij. Dus ik ging er even heen, kreeg 304 bucks. Daily login bonus krijg je elke dag een bepaalde login dingen. Oké. Okay. Kijk, dit vind ik leuk, jongens. Vind ik leuk. Kijk, en we beginnen al meteen 2 tegen 97 in plaats van 98. Schoot toch weer 1. Energy. Goed zo. Ja, energy. Nee, nee, het scheelt er weer eentje, hè? Yo, ik ben nu een sub. Nou, all place, goedenavond, welkom bij deze hele mooie stream. Even kijken wat er op de subcounter staat. Fantastisch, fantastische, geweldige experience. 9,42, jongens. Je echte pet te boven gaat. 58, oh, 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 ik ben er nog eens uitgegaan. 58. Anarchy Ax, Fishy, waar ben je? Ja, ik kom eraan. Je zweep er, man, ik zit al met mijn paraplu. Ik ben er al bijna. Oh nee, dat is die bus die ik zie. Valt mee. Maar, nee, maar wat wou ik zeggen? Nu onze 58 abonnees, jongens, dan heb ik de 28k. Hoeveel? 28k. Oeh, lekker. Nou, ik kom precies uit waar ik wil komen, dus dat is... Ik heb geen wapen gevonden. Dat is echt een audio glitch bij mij, bij de Xbox. Is de audio... Vet man, ik heb steen. Vet man, ik heb een sub nou denk ik, ja. Oh, is het een pistool? Oeh, heeft hij die dingen al opgepakt? Nee, moet ik even terug. Zat er iemand aan? Nee, die kogels. Bijna kogels, ja. Pompadoep. Op naar de 30k. Ja, dat wil ik, jongens, ik had eigenlijk mezelf in gedacht om 50k te halen dit jaar. Dat wil ik echt doen. Vooral door mijn serie Jailtime. Wat natuurlijk trouwens dit weekend nieuws overkomt. Jailtime. Want... Zie, geef me iets goeds. Ik heb al 3 pistols, what the fuck. Heb je? Flikker toch op met die dingen. Nou. Nou, ik heb volgens mij elke loot of ammo box die ik opend, zat er rocketkogels in. Huisje, die kleine huisjes staan ze nou. Het is om zachtzinnig te zeggen. Het is. Kut. Dat is kut. Wat ik heb gekregen. Een huisje. Oh. Ik kan hem niet raken terwijl ik wel op hem schiet. Hij staat op de huisje, dat grijze kleine kuthuisje. Oh nee, ik zie hem al. Hij zit naar 330. Oh, hij gaat bouwen. Hij gaat boven jou. Ook boven mij. Mis met je sniper, jongen, onzin vast. Ik vond dat hij boven mij ineens zat. Wat bedoelde hij boven mij? Hij staat achter die auto.
Eén gast is bijna nog, die achter die boom. Ook. Oh! Oh! Ah, kut locatie, die zooi. Wordt geflankt. En twee andere gasten. Ja, what the fuck zeg. Ja, die andere twee gasten waren bijna dood en... Ja, en die derde gaat ermee aan de haal, let op. Die twee held heeft die gast. Die schoot ik ook twee held, hè? Zie je dat? Nee, ik ben dan weg. Ik ben zo geïrriteerd. Iedereen komt daar eens toe. Oh my god. Nee, maar ik was die ene zwarte gast aan het afmaken, maar die liep de hele tijd net het hoekje erom, snap je? Ik kon hem net niet raken. Ik kom erin, ja, er staat ineens twee gasten binnen. Ik had er één knocked en bijna die andere ook. Die heeft twee held over die gast die me uiteindelijk nog killed. En die andere gast die buiten stond, die had ook nog maar iets van 15 held. Dus dat was echt lekker. GTA komt over 2 jaar uit, jongens. Kun je vertellen. Oh. GTA? GTA komt echt 2020 uit ofzo. Wie wil dat? Wat dan? Wil dat? Hè? We krijgen nou eerst Red Dead en Redemption. En dan is het uitgesteld. Eind 2018. Dan komt er echt zeker weten, 2019 komt er niks uit. Dan is het 2020. Hoeveel winst heb je? Ja, jongens, ik weet het echt niet. 15 of zo, weet ik veel. Ja. Zoiets, jongens. Ik had echt waar. Leaderboards, jongens. Ja, weet ik, maar ze vragen elke wedstrijd. Ja, 15. 8 plus. Oh nee, PlayStation heb ik trouwens ook nog 2 winst. Denk het. Een stuk of 15. Hé, hey, we gaan naar Haunted. Zijn we nog niet geweest daar? Bam! 15? 15 of zo, ja. Maar van de helft van mij? Ja. Zoveel speel ik niet met jou. Ik kan het voorstellen, ja, vaak om. Deze speelde je met Paul of met Gerry. Ja, precies. Remco. Je speelt pas een week met mij eigenlijk. Ja. X-Factor ben ik gewoon, hè. Ja, net sloeg nergens op. Ik had geen shotgun, dat was het ergste. Anders had ik waarschijnlijk die gasten ook nog wel binnen gehad, maar ja. Dit keer niet. Niks. Ik zie allemaal kistjes hier. Die 0 kistjes. Ik herhaal 0 kistjes. Ik herhaal 1 kistje. Ik heb 2 assault-rifles. Ik heb een beursje. Ik heb niets. Pas me op, ik gooi raak. Ben jij er? Ja. Hè? Ja. Dat weet ik nooit meer, jou. Af en toe, jongen. Dat weet het niet meer, jou. Slurpy. Nog mijn aids. Zeggen was een cirkel, maar dit is er nog niet. Het duurt nog 3 seconden. Altijd, hè! Voorbij Loot Lake, hè! Vuile bloedhufters! Wat? Voorbij Loot Lake! Wat zei jij nou? Ja, tegen de game. Bloedhufters gewoon zijn het af. Ja. Ik heb nog geen shotgun. Oh, mooi uitzicht. Ja. Oh. Mooi uitzicht, oh. Mooi van die gaten. Heb jij een assault rifle? Ik heb een assault rifle. Heb je? Oké. Okay. Ja. Normale onzin komen. Ik heb er 3. Daar is ze. Oh. Wat ik ga doen, gewoon die slurpjes in. Oh nee, nog niet. We gaan toch even naar het andere huisje. Wist je, je vergeet iets. Wat dan? Nou, er ligt hier een zieltje. 25. Oh, mooi man. Dat ik wel een beetje gaan lopen, anders dan... Dat is een beetje ver, hè? Ja, anders een beetje heel ver, ja. Voorbij fucking Loot Lake, hè? Dus? Maar dat hier, dat die auto, die... Er zit nog een kistje in, denk ik, ja? Je moet gewoon een launchpad hebben. Is niks aan de hand.
Die landspad, ja, dan moeten we even de huis doorzoeken. Kan wel. 30 seconden. En dan... Ja. 1, oh, 2. Er zijn mensen geweest. Oké. Okay. Lopen we gelijk maar naar Pleasant. Heb ik nou mijn shotgun neergelegd? Ik ben een flat. Ik heb mijn shotgun neergelegd. Fuck it, ik ga niet meer terug. Pleasant, maar? Ja. Oké. Okay. Bijna Pleasant. Ik ben een grote fan. Zou je mijn naam willen zeggen? Sjaki, zwart. Ja, alsjeblieft, Sjaki. Rutger, ik zeg je naam. Rutger? Rutger 420. 420, waarom 420? Weet ik veel. Is toch een getal, speciaal getal of zo, 420? Weet ik veel. 24 is volgens mij een speciaal getal. Zoeken het op. Een quiz voor de curling quiz met Fransje Bauer. En er zitten hier mensen bij zijn park. Rechts van ons. Ja, maar... Ik weet niet of hij ons gezien heeft. Ik denk het niet, hij is aan het slopen. Alsof hij niet zit. Hij zit in dit huis. Maar... Misschien pa bouwt wel een landspad. Ik heb hem gehit met een shotgun. Kut man, ik heb hem ook geraakt. Weer geraakt, Nokkie. Nokt, die andere zit in het midden, hij is smoke gegooid. Ik zie hem ja. Nee. Oh. Ik weet niet, wordt naast me ook smoke gegooid. Dus kom hierheen. Ja, achter. Bij mij. Ja, in het huis, hierheen. Naast jou. Waar dan? Ik zie niks, we moeten rennen. Waar dan? Ik zie niet. Kom hierheen, Fish. Fish, tijd. Ja, weet ik. Wij hebben een... Ik heb hem 3 keer geraakt. Ja, dus. Zeg maar dat hij een landspad hebt, please. Nee. Maar wel een schild, dat hebben we niks aan. Meenemen in ieder geval. Meenemen. YOLO. Ik heb 5 bandages. Jij? 15. Ik heb er 5. Ik hoef je niet. Wat? 5 bandages hebben we er allebei 10. Ja, moet je ze meenemen ook? Okay. Verdomme. Oh, dat kost ja, een paar seconden. Ja, geef me even. Nou, loop nou maar. Ik wou ze al meegeven. Oké. Het was alleen maar tijd om weer stil te staan. Wij hebben echt serieuze shits. Ja, het is 1 damage per seconde, dus dat geeft niet. Maar toch. Het is al 10 verzend. Ik zie die gasten hier dan moeten killen. Ja, nooit je... Ik zou zeggen, een fijne avond. We lopen ongeveer 60 seconden de storm, denk ik. Oeps. Als het niet meer is. Gaan we de korte route nemen? Ik ga zo kort mogelijk proberen. Hierboven? Nee. Hierboven langs en dan naar beneden vallen en dan... Misschien naar beneden vallen. Ik heb wel hout. En helemaal zo. Rechte lijn aan, ouwe Fish. Rechte lijn aan. Dit is een rechte lijn in mijn beeld. Nee, de witte rechte lijn is zo. Precies hoe ik loop. Oh, dus maar, ik jou... maar ik zie een andere rechte lijn, jongen. Kut. Hier, bandages. Waar liggen die bandages dan? Ik zie niet. Je bent er net voorbij gelopen. Ik loop wel terug. Oké, niks aan de hand. Nothing on the handjes. Gelukkig, die andere is heel dichtbij.
Ze zijn aan het schieten voor ons. Ik zie ze bij de hokje ook staan. Ga nou even bandagen alvast. Dan hoef ik direct minder te bandagen. Dus De kozen daar schieten, dus nu heb ik weer bijna 75, dan heb ik weer wat geld. God voor de tering, jongen. Blijf maar schieten, die gast. Hier ben ik niet blij mee, hoor. Hey, is achter me. Ik word heel te beschoten. Ja, ik word met megadamage gedown. Echt fucking onzin, jongen. Die gasten zitten gewoon de hele fucking tijd te wachten. Om dit groot kan leren. Maar ik bouw, hè. Hij schoot me één keer raak. Oh. Ik bouw gelijk. En ik had nog maar 33 geld. Echt, wat een onzin. Ja, maar dit slaat nergens op. Ik ga ook nooit meer naar die hunted shit toe. Echt veel te ver van alles. Ik ja, maar het gewoon... slaat helemaal nergens op, want het was eerst voor... niet zo. Boeit me niet dat het eerst niet zo was. Toen was die map net upgedate. Dus dan blijft hij aan de linkerkant vaker. Ik ga nooit meer naar die hunted shit, het is veel te ver weg van alles. Ja, het was echt heel ver. Je moet 4 minuten lopen, dat heeft geen zin. Je kan niks looten eigenlijk. Je hebt geen één dingen. Dan kom je daar, ben ik aan het bannetje en ineens word ik beschoten. Ja. Ja. Ik heb geen loot bijna, ik heb geen bouwmaterialen bij. Hun bouwen gelijk en dingen omhoog, tik 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 tik. Ja, dan ben je gewoon een kansloos. Als ik nog maar 33 geld heb. Ze zitten om te schieten, dat dieveslijstjes. En dan ben je aan het bouwen en ik bouw en ze schieten gewoon door dat ding heen. Op een of andere manier, terwijl het al staat. Gelukkig is dat bij die testserver veel beter, gelukkig. Bij de testserver werkt het wel beter. It's all in your game. Kijk, met die hunted hills zit ze helemaal linksboven. Zelfs als je naar Moisty Maya gaat ofzo. Waar gaan we doen? Moisty. Doe maar Shifty Shafts ofzo. Ben je verliefd daarop, Shifty? Leuk. Ja, maar dit is 2 vakjes hè, dat is al 90 seconden hè. Die Shifty Shafts die je nou al naar rechts bent. Plus Shifty Shafts zit verder in het midden. Dat scheelt dus eigenlijk al. Misschien aan... 90 seconden zei ik net, dus dat scheelt al 2 minuten looptijd, hè? Als je Shifty Shafts landt of Hunted Hills voor die dingen die je net had. 2 minuten al. Dat is veel, hoor. Het gaat gewoon nergens over dat zo'n ding, en dan moet je fucking 20.000 kilometer weg. Dan schieten ze je gelijk, en dan ben je aan het bouwen. Maar toch kunnen ze er allemaal doorheen schieten. Pakt hij dat wapen niet? Ik heb een probleem. Ja, kutzooi! Tyfus! Waar kom je vandaan? Ik ben gelukkig 97ste geworden. Jongen. Fuck dit. Nou. Eens gas blijft maar weglopen. Tyfus. Erik, kom. Daar liggen. Wat? Hoezo kan ik hem dan niet raken? Ik kan hem niet! Weet je wat het ergste is? Hij staat achter een houten rails trailing shit. Hij schiet met een shotgun naar beneden. Ik schiet op hem. Ik kan hem niet raken, want ik schiet op zijn hout. Ja. En hij raakt mij wel. En een burst is gewoon kut in het begin te hebben. Hij had een shotgun. Maar hij stond al gelijk bij me en ik kon niet meer weg, want ik had geen bouwmaterialen. Zulke dingen, jongen. Je moet bouwmaterialen dan hebben. Of je moet een shotgun hebben of een pistool of zo. En geen burster, ja. Want een zwaar... Ik had een locatie dat ik dacht van, nee, er ligt wat in ieder geval. Maar er lagen kogels. Wat is het nieuwe mode, zegt Manuel. Nou, het nieuwe mode is...
een testserver en die testserver is... Zijn die kogels beter? Tenminste, je hitregistratie is beter geworden. Mijn shotgun pomp is slechter geworden, dus je hebt geen 250 damage meer. Gelijk als je op je hoofd schiet, maar nog gaat uiteindelijk naar 200 straks. Hebben ze een update meegegeven vandaag. Ze hadden rond 50 gemaakt naar 200. En als je stilstaat en je hurkt, krijg je even een rood puntje. Verplaatst een wit puntje en dat betekent dat die 100% op dat ja, waar je op schiet echt raakt. Dus. Zulke dingen komen erin, dus die testserver werkt gewoon beter, dat die kogels nou wat beter registreren, dat je soms hebt dat die door iemand heen gaat of zo. Dan is daar niet zoveel meer, schiet je ze echt gewoon tik-tik raak. Daarom vind ik heb testserver al met squads en zo, dat is met vieren gedaan, dat is zoveel betere server. En de shotguns zijn daar weer een beetje beter, die dat je niet te veel van die 9 en 16 hits kan hebben, zal maar zeggen. Dus echt afstandsschoten moet je... Oh ja, dat is ook bij die testserver. Normaal als je hier gewoon van afstand schiet, maakt niet uit welke afstand. Dan is het met een normale common AR, dus 30 eraf. Daar zo maakt het uit qua hoe groot de afstand het is. Groter als de afstand te groot is, dan duurt hij nog maar 70% damage van de hoeveelheid die je hebt. Dus bij 30 is dat 21 dan. Hulp nodig. Waarom? Ja, hier voor me. Ik heb hem wel geraakt, maar. Dus hier voor je. Noord, 345. Loop ik er langs dan, of wat? Je loopt er, ja, nu. Wat zit hij dan? Er zijn vissen of niet? Voor ja. Alleen niet waar die is. Buiten, voor het huis. Alles. Pomp shotgun, baby. Dubbelpomp nou. Oh, schiet per ongeluk. Oké. Ja. Hier. Is hier weer. Is er nog een kistje? Ja, dat is lekker dit dan. Die gaat weg en SMG gaat inruilen. Grenade launcher. Oké. Okay. Wat met die sound is zo. Loopt echt iets niet. Hier nog. Ook een suppie. Ik krijg hier niks voor, nee. Oh, lag spike. Nee joh. Kan helemaal niet. What the fuck? Wat? Lag spike, man. Joh. Oh, zit er eentje voor me hier. Kut, hè? Ben je dood?
glitch kan toch niet meer, wel? Je hebt hem, nice. Die glitch kan toch niet meer, dat hebben ze eruit gehaald. Ik weet het niet, jongen. Ik weet wel dat ik gewoon echt tering hard te weinig... Er zat een glitch in dat je dan onder een map kon, alleen bij Fatal Fields. Oh. Maar die hebben ze eruit gehaald. En iedereen die erin ging werd geband, dus zo. Hun zat nog te proberen, maar volgens mij is al twee patches geleden al eruit gehaald. Triest dat dat kon. Fout in de game. Maar iemand heeft wel zo een keer bijna nog verloren. Die wist ook de glitch ervan af. Dus die killde hem uiteindelijk. Dat was 2 tegen 1 nog, die deden duo's. Ja. En die zaten gewoon boven de grond, hè, bij Fatal, want daar was het een rondje eigenlijk. Die zaten gewoon boven de grond, dus die deed niks verkeerd. Toen werden ze beschoten van de gast die in die glitch had. Toen ging zij. Er was een vrouw die ging toen gewoon naar beneden, killed hem. Op overwinning. Nee, heb je wat. Heb je misschien AR. AR. Heb je AR-kogels, please? Ik heb er 28 maar. Ja, dus. We zeggen van, nou, is meer dan genoeg voor jou? Schiet er wel eens mis. Af en toe. Ik leid af. Ja, weet ik. Zo, ik heb 2 kills voor nu. Ik ook, maar ja, hoeveel had ik hem al gehit? Dat niet, hè. Ja, dat kan, man. Ja, groene burstenjaag, met kogels natuurlijk, huppatee. Ietsje eronder natuurlijk, hup. Ik pak gewoon al die emmerboxjes, kijk. Het is niet gek dat je nooit kogels hebt. Ja, maar jij bent ook niet voor mij. Helemaal niet, ik loop ook heel de fucking gebouwd hoor. Jij loopt altijd gewoon achter me aan als een koning hem kon. Nee, precies, omdat ik even de locaties wil weten. Waar jij dat dan nog aan haalt, zodat ik een beetje dat ik kan onthouden. Heel simpel hoor. Nou, wat simpel. Echt een scar, maar dat was het weer net niet. We hebben 42 tegenstanders. Ik wil een keertje winnen. Maar ja, dat is makkelijk. Oh ja, joh. Ja. We hebben al een keer gewonnen. Ja, weet ik, maar één keer is niet genoeg. Ja, als je een keer normaal loot krijgt. Hey, assault rifle met scopy. Ja, ik dacht dat het op scar was, want ik zag paars. Ik denk scar, pak hem op. Nee, scope, laat maar liggen. Ja. Echt kut dat ding, joh. Ja. Hey jongens, nog 1 like en hebben we er 50. Yeah. Wat zie je dan? 50 likes? We hebben 50 likes. 50 likes. Oeh, daar word je wel geil. Daar word je wel geil van. Jij wel, je hebt ook wel geil van. Nee. Hey. Laat het iemand doen, hè. Je moet likken, niet. Wil ik het weten? Dit is seksles. Waar zijn we eigenlijk nu? Fuck Factory zijn dit. Oh ja, hier drop ik wel eens met Paul. Het is ook een leuke locatie. De YouTubers noemen dat Fuck Factory. Please. Volgens mij is hier niemand geweest. Ik weet het wel zeker. Ja, weet je het wel zeker? Want? Want? Alles is dicht hier? Dat zegt helemaal niks. Alles is dicht. Dus niemand is hier geweest. Oké. Okay. Doe voortaan gewoon de deur dicht. Doe de deur dicht, boom. Kijk eens, shotgun en al. Shotgun is beter. Pumpy. Fish, shieldje. Ik heb ook een shieldje, een kleintje. Weer 50. Ligt helemaal boven. Bij dat waar ik in stond. Helemaal bovenaan. Helemaal op het nok. Hier dit huis. Ja, helemaal naar boven lopen. Groen en ja, dat is ook beter. Waar is die crossbow dan? Waar dan? Helemaal boven. Helemaal naar boven. Ik heb zelfs een trapje van uit. Oh, binnen. Even dan. Ik ga niet zeggen voor buiten natuurlijk.
ik denk, jij begrijpt dat wel. Nee. Wat we dan wel zeggen, binnen. Ik kan achterlijk zijn. Ik zal vertellen. Oh, mensen hier bij mij. Oh, dat red je van je eentje. Ik weet niet waar die andere is. Mensen, zei je? Ja, ik zag er één. Ik ga er altijd vanuit dat er twee zijn. Dus duo's, hè. Hij snokt. Maar heb ik zijn teammate ook gezien. Ja, hebben ze allebei. Let's go. Okay. Goed gedaan, Fish. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Ja, doe eens wat, man. Ja, doe eens, hoor. Oh. Oh, wie is daar? Oh, chuk-chuk. Lekker. Dan neem ik die chuk-chuk mee. Die shield of kleine baby potions. Nou, die kan ik mee bij me houden. Zullen we een beetje richting... recht voor ons ergens. Ja. Die andere loopt erachter. Waar is hij? Naast me, naast me. Eén. Oh. Redelijk gedaan, Erik. Ik had dubbele pomp, maar die shot me schoot net niet. Hier, Fish, ik heb iets voor je. Oh ja, dat is op zich wel... Had jij baby shieldjes of niet? Ja, heb ik. Moet jij hebben? Als kan. AR-kogels hebben of niet? Kan. Ligt hier betere AR? Gassen boven aan de berg. Ga maar door. Wauw, hij schiet me in twee kogels nog. Kut. Die rechts is weak. Bouwen, Fish, bouwen. Bouwen. Rechts van je komt hij. Hij bouwt omhoog, voor je. Ik heb geen shotgun. Kut! Ja. Jij liep terug naar mij. Ik zeg nog boven op die berg. Oh. Ik had een shotgun geweest, dat schijnbaar nog even in de drukte. Ja, maar ik kon niet naar buiten lopen nou. Je liep voor mijn neus. Ik kon er dit niet uit. Ja, het geraakt. Ik kon hem wegwezen. Ja, ik wou naar buiten pushen en jij wilde dan winnen naar mij. Ik kon er niet uit. Ik stond vast. En daarna werd ik twee kokers tik-tik van hun allebei. Ze gaven me allebei een headshot sowieso. Oeps. Ik kon niet naar buiten. Ik wou naar buiten. Maar jij kon niet naar binnen. Een faaltje van mij weer. Dat maakt niet uit. Ja. Ja, dit is... Hij reageert gewoon te traag, ja, maar ja. Ja, ik zag ze, maar. Die ja. Is natuurlijk wel zo. Ik zag ze en die deuren. Wat zegt. Het punt is, ik zag ze en we hebben daar een hutje van hout staan. Dus ik moet er sowieso uitpushen of iets. Want anders schiet je de hout toch kapot. Dus waar heb je eraan op? Kun je blijven bouwen? Dus ik denk, ik push half en dan met stairs, maar ja. Ja. Ik kon niet meer. Ik kon niet lopen. Dus één dood is een einde oefening na, zie dan maar waar. Ik heb al een paar keer. Wel vaker. Ja, maar dat is gewoon kut. Ik ging gewoon hun en gaven mij allebei een headshot. Is staan natuurlijk snel tegen twee man dan, hè? Dan heb je gewoon een probleem. Of het gesandwich. Kan ook nog. Ja, maar dit was gewoon kut. Ja. Echt precies ook het deurtje aan die kant, zal ik maar zeggen. En ik hier maar, hè? Dat ja, is goed. Precies het deurtje aan die kant. En ik moest er wel uitpushen, want dan schieten hun al de hout kapot. Ze stonden al met z'n tweeën op mij op ons te kijken, zal ik maar zeggen. Nou, ik schiet door jouw lichaam. Door jouw lichaam schook die gast al raak. Maar toen zag ik hem even voor 2 seconden niet goed, en toen stond je voor me. Ja, bij, hoe heet ik hem, Manuel? Bij Xbox staat er Close Beta en bij PlayStation Early Access. Ik weet niet waarom. Maar... Zullen we trouwens gewoon in die huisjes daarvoor gaan? We gingen toch naar Anarchy? Ja, gewoon Anarchy? Ja. Oké. Okay, ja, wijst het aan, dan doen we het, hè? Ja, oké. Okay. Wel 100 man nou, hè? Of vrouw. Maar je bent wel beter, Paul. Nee, dat is niet waar, hoor. Hè? Huh? Paul is wel beter. Nee. Boeien, koeien die loeien. Oh, kijk hier eens voor mijn neus.
Hey, Erik. Ik kan niet naar je toe komen. Kun je terugkomen, Erik? Ik heb nog geen wapen. Echt waar, ik zie echt waar. Sorry, Erik. Op een of andere manier moet je maar overleven, denk ik. Ik ben weg. Wat, ben je weg? En jij? Ja. Ik kan niet naar je toe komen. Er stond echt voor me rond 10 mensen. 10, hè? Ja, maar ik landde niet helemaal lekker. Of we moeten een wapen halen en dan naar je toe komen. Kan je ergens schuilen? Oh my god. Ik moet ook een tyfus in te lopen zometeen. Ik ga even wapen halen en dan kom ik terug. Ja, het vis, ik heb de eerste kill al. En je hebt al schild, zie ik. Jij overleeft nog steeds? Erik, hoeveel heb je er? Oh. Pas 4. 4? Oh, iemand schiet op mij. 2 man hier. Fuck! Moet aan de achterkant eruit. Snel, snel, snel. Ik kom nu naar je toe. Oh, kut. Ik weet niet of dat nog zin heeft, maar... Ja, ik heb er 1 nok en dan gaat hij me doodschieten. Oh, ik had er al 5. Ik schoot hem gelijk nok, maar ja, ze liepen met z'n 5 stemmen. Had je er? Ik had er al 5. Ja, ik had er 5 er nou op mijn dingen. Maar ik snap niet, ja. Je had gewoon bij mij mee moeten komen. Ik kan nee, niet. Erik, dat kon echt niet. Ik landde en ik had niks. Ik landde in het weiland en voor mij zag ik echt overal mannetjes hakken bij... Ja, maar ik ben nou sowieso op vakantie opgeschreven dan. Ik had geen heals, hoezo, dingen. Je was toch allemaal, hoor. Jamie heeft toch ook gehaald? Ja. Als je geluk hebt, dan haal je dan wel, ja. En als je alleen maar een RPG schiet. Ja, ik weet het wel. Ja. En solo is heel anders. Mm. Dus, en als je solo speelt, dan speel je heel anders. Klopt. Ja, je moet gewoon altijd bij elkaar blijven eigenlijk. Al heb je ook geen wapen, je kan altijd wel naar elkaar toe lopen. Hoe vaak ik gewoon across Rital Row loop zonder wapen. De meeste gasten die denken niet aan, die gaan eerst heel het huis looten. Van plaats. Nee, hoor, eerst je hebt ook mensen die gaan gewoon meteen 1 wapen pakken en meteen killen, hoor. Ja, dat moet ook. Als je daarna kan je looten. Je kan er heus wel tussentijds even looten, daar niet van, maar niet heel het huis ineens gaan doen. Als je toch. Niemand? Ja, oké. Of je weet heel zeker dat er niemand bij dat huis is, kan je alles even snel looten, maar dan moet je het wel snel doen. Hier zijn er mensen geweest, trap, trap, trap. Oh ja, ik zie het, ja. Ik zie het, tjunk! Eigenlijk heel slechte trap, maar ja. Kan gewoon kapot slaan hoor, die trap, als je ernaast gaat staan. Daarnaast, hè. Ik doe traps eigenlijk nooit meer op de grond. Zie je echt veel te makkelijk. Is het beneden hier gloed? Weet ik niet, kan ik nu niet zien. Ja. Een shotgun. Oh man. Waarom ging die ene ging weer in één keer knock. Ik kreeg 160 damage gaf ik met mijn semi. Op zijn hoofd. Ja, ik zat in die rode schuur. En ik had de achterkant eruit geslagen, wou wegrennen. Maar hun zagen me net weglopen. Mm-hmm. Dat was kut.
Ja, toen kwamen ze met z'n tweeën gelijk met een shotgun op me. Zolang ze je niet pushen, kan je iedereen killen uiteindelijk. Want op afstand is het altijd veel lastiger. Of tenminste, kunnen heel veel mensen niks eigenlijk, niet zoveel. Zit ze allemaal te... Maar als er een team jou gaat pushen, ook al speel je net als rechts van je, eentje, twee. Net als wat Jamie doet. Kijk, als ze Jamie gewoon pushen, als ze het bijvoorbeeld solo tegen en hij doet squats. Als ze hem gewoon pushen met een shotgun, nou, als ze om hem heen staan, heeft hij geen schijn van kans hoor. Maar sommige mensen vergeten dat en dan blijven ze van de afstand. En omdat die afstand er is, dan geef je hem de tijd om eerst een paar mensen nog te schieten bijvoorbeeld. Gelijk doodschieten. Reloaden. Hij komt rechts van je. Reloaden. Ik kan niet meer reloaden. Zo niet. Ik kan scopen van je dan. Kom! Oh, klote zooi. Had je geen shotgun kogels meer? Nee. Dan moet je die shotgun ook niet meer pakken, dan moet je een applicatje gaan. Ja, ik denk, ja, twee kogels we hebben nooit. Fuck! 18% had hij. Ja, het is ook in het begin, ja, net had ik die gasten, ik had alleen een AR en een shotgun. Toen had ik er al vier dood, of vijfde. Oké. Okay. Nou jongens, we doen het laatste potje. Denk maar toch, misschien. Ja, hè? Ja, we drie nog kijken, zoals. Ja. Er is Fishy weer. We gaan even winnend afsluiten. Je moet nog veel solo dingen doen, trouwens. Ik moet wat solo, ja. Playstop 50 of zo, weet ik wel. In solo. Squats moet ik doen, trouwens. Squats. Ja, dan moet je dat een keer doen, hè? Moet je een keer streamen met squats. Beginnen met een ander wapen. Ja, maar nee, maar dan heb je juist, ik dacht misschien twee kogels. Twee shotgun is wel veel sterker. Zo dacht ik eigenlijk. Ja, maar daarna pak je je jacht. Dan heb je geen sub of een pistol. Dat is van close range wel makkelijker natuurlijk. Ja, oké. Okay. Hoe lang speel je al Fortnite? Even twee, drie weken of zo? Zeg het eens. Zullen we gewoon hier gewoon een keertje? Wacht. Ja, ik vlieg erheen. Oh. Jij zei, zullen we hier doen? Ik dacht Pleasant Park. Ja, dat kunnen ook, doen we. Pleasant, ja? Jij zei, zullen we hier doen? Dus we zaten echt bijna boven Pleasant Park. Ik denk, nou, dat bedoelt hij. Hey, het is hier wel hier... Druk? Nee joh, ik ga even kijken waar ze heen gaan. Hallo, hey, Mary Poppins, yeah, Mary Poppins. Oké, gaan we naar het blauwe huis? Het is zo'n dubbelachtig huis. Al met kit. Wat een snelle wapen heb ik eens. Niks op de benedenverdieping? Wat de hel, alleen een met kit? Een shieldje. Een pistool. En ik heb een trip. En ja, kogels. Trap, druk. We zien daar een trap? Trap heb ik. Moet je trap hebben? Ja, kan ik die ook geven? Ja, dat kan ik geven. Ik heb een trap. Oeh, ja. Ik heb een trap, jongens. Ligt hier? Burst. Ik heb een shotgun. Wat doet hij allemaal met wapens? Zo. Volgende gebouw. Hier lag echt weinig in, nou. Thuis naast. Nee, weer een trap. Alsjeblieft. Eén pak al, zo. Oh, burst. Hey, niks. Heel veel nades. Zit je goed nou? Deze 50 potje hier. Als je binnenkomt links. Andere mensen zitten allemaal al op elkaar te schieten.
Mm-hmm. Bandages rechtsboven. Ik ga het dak eruit slopen en dan ga ik daarna op het dak staan, Rick. Wat was het? Zieltje. Het dak eruit slopen. Huis recht voor ons. Die is 60, 70, ja, kan ik zeggen. Ja, ik zie hem. Eentje zit er bovenop een dak te durpen. Op vis niet op die edit stukken staan. Als ze hem editen en ze zien dat jij erop staat. Hoor je dan een trap? Jij de afdelende? Nee, dat deden hun. Voor mij zit ze ergens een trap neer. Dat deden ze ook. Pas op. Ja. Ik weet waar die trap staat. Ik had hem al bijna in één keer. Hier is een trap. Ik had hem al echt mega veel damage gegeven. Trap is weg. Ging je nou echt een wapens neerleggen? Wat een figuur. Ik hoor er nog meer mensen hierbij, joh. Volgens mij. Ja, tweede huis hiervan, een rode. Dus je moet me helpen. Pas op, als ze nog op het huis, links van je, links van je. Kogels waren op, godverdomme! Erik, hij is bijna down hoor, die gast. Wat zit hier op? Nee. Ja, maar ik was aan het medkitten. 14%! Ik was aan het medkitten, maar ik ben 10 seconden aan het medkitten, je hebt hem nu niet dood. Ik? Ja? Nee, maar ik had een 14%, 14% ook. Ja, maar 10 seconden moet hij of jij of hij al dood zijn. Dat is echt veel te veel. Veel te lang, bedoel ik. Ik raakte hem eerst heel goed en daarna schoot hij elke keer over mijn kogel heen. Sprong hij zelf eroverheen. Nou, we doen nog een potje trouwens. Kutpotje. Nog een potje, jongens. Dus kijk eens. Ja, ik pushe die andere gast, die teammaat, en ineens staat er nog een gast ergens. Ja. Het is soms onzin, jongen. Ja, maar als je dit, van deze challenges, die moet je echt... Als ik... Die gast schiet me... Ineens stond hij ook voor me. Ik bouw snel iets, dingen. Ik kan gewoon nog een medkit doen, ik. Echt. Het is ook slecht van hem, hoor. Want dat... Sorry, maar zeg maar, als ik 10 seconden medkit kan doen en daarvoor nog 10 seconden aan het bouwen ben... Nou ja, 5 seconden, denk ik. Dus 15 seconden heeft hij de tijd, jij en hem, om elkaar dood te schieten, dat lukt niet. Ja, precies. Wel één goede kogel is goed genoeg om hem toch te krijgen, snap je? Ja, er zat nog een duo erachter, dus wat je denkt. Hey, kijkers nog trouwens zometeen hier na de stream. Check even die game nieuws en met alle nieuwe informatie. Want die staat net voor de stream, werd die online gezet. Online gezet, ja? Ja, want die faalde met uploaden. Blijft hij elke keer hangen op 95% verwerken. Ja, deze, rijdt de pony. Ja. En een keer Hawks, jump. Ja. Oh, meteen jump. Ja, 7 seconden. Jump, 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 jump.
2, 1. Druk twee keer in, kut. Fish, voor welk platform we spelen? Wij spelen op de Xbox One. Die zie je trouwens onderin beeld. Zie je trouwens al die, ja, die dingen die je kan bouwen. Muurtjes, dan zie je een beetje. Ik zaai en zo. Ja. En anders zie je 1, 2, 3, 4 of zo van een computer. Ja. Meestal doen mensen 1, 2, 3 en zo. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Erik, daar is wel iemand waar je naartoe gaat. Echt waar, daar is iemand. Pak hem, we proberen een wapen te pakken. Oké. Paarse sniper. Bedfucked. Bedfucked? Ja, ik heb alleen een fucking revolver en een bursterjaar. Ah, ik haak hier toch zoveel, dat slaat helemaal nergens op. Kom op nou. Sukkel. Oh, oh. Komt die dan? Erik Jan Kleermaker. Je was gisteren ook een beetje, vorige keer ook een beetje negatief over Erik. Waarom ben je negatief? Hij is niet negatief, Erik. Erik zegt gewoon de waarheid. Hij is rustig. Hij zegt dat je negatief bent. Ik? Waarover? Waarschijnlijk omdat hij zegt dat je fuck je bent. Weet ik veel. Hij zag me. Oh. Dit telt niet mee, jongens. Dit telt echt niet mee. Dit telt niet mee, hè? Dit telt niet mee. Ja, maar soms slaat het ook gewoon ineens op. Dit telt niet mee, jongens. Ik had gewoon die gast normaal moeten challengen. Zijn teammaat die was ook al zo bijster. Die gaat erop staan en kan hem gewoon twee keer hitten met zijn burst. Ik denk, ik ben dood. Die gast kijkt altijd maar aan. Normaal gesproken gasten die een beetje kunnen schieten, maar dan dood. Ach ja. Ik negatief. Ja. Maar even dat je nog eens zo negatief bent. Je moet je maar niet over Call of Duty nou horen. Dat is echt, ja, dan is je echt negatief. Ja. Wanneer heb je voor het laatst trouwens gespeeld dan? Eén keer met jou met de stream denk ik. En daarvoor 3 maanden niet aangeraakt denk ik of zo. Of 2, was het? Weet je, daar gaan we niks aan. Ik heb het toen met de release, die 2 weken geprobeerd. En het is vast wel een leuke game, maar party systeem, onzin, bullshit, lag, een paar dingen niet kunnen vinden. Er wordt trouwens gevraagd waar je vriendin hebt gelaten. Ik? Ja. Ah, ze is nou toch moe, moet slapen. Ze heeft net even hand- en spandiensten gedaan. Greasy? Dat is goed. Gaan we naar de Mac? Gaan we naar de Mac. Oh, ja, wil joh. Daar hou je wel van, hè? Lekker vettig. Ja hoor, af en toe is het wel lekker. Van die vette vingertjes zo. Af en toe mag het wel. Van die kippenboutjes zo lekker aflikken. Van die sperrips, van barbecue saus. Sperrips bij de McDonald's? Natuurlijk niet. Bij de slager, nou goed. Wat zijn er hier allemaal mensen, jongen? Nou, dit huis. Hallo, deur open, deur sluiten. Ik wil een trap hebben eigenlijk, maar dat zal we niet krijgen. De enige zou wel eerst bij mij landen, die een. Mm-hmm. Ze zitten bij mij trouwens, vis. Zit in mijn gebouw. Ja, ook bij mij. Komt er nog één aanlopen direct. Nog eentje, vis, nog eentje. Goed dus. Ik zag er eentje lopen naar jou toe. Ja, ik heb nog 2.
die gast dan? What the fuck? Het is hem om het chatten te doen, ja klopt. Sukkel. Dus ik heb tukjuk voor je. Oké, leef je nou weer? Drie mensen maar waren. Ik heb geen jaar. Ik had er wel één. Moet je verhalen, jongen, bij die gasten. Nee, denk ik. Ik ben even met... Daar zo, recht voor me. Het staan ze wel echt de laatste potje. Ja, ja, daar in Mac. Binnen. Ze zaten boven, maar ja. Er loopt nou nog een gast heen. Twee. Hallo. Anna niet? Een klein beetje loot maar. Kut, ik had rollen. Lekker hè? Lekker hoor zo. Klonk, 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 klonk. Hoef het ook niet met niemand te delen. Even pakken, die even pakken. Het is een beetje uitkiezen. Die even dan, zo, die erbij. Dat is alles, hè? Oh, ben het eens. Hé, kogels. Wie laat dat nou liggen, hè? De strap staat nog wel. Half. Dan maak er even eentje bij. Hebben ze wel allemaal geloot? Hout. Het is echt gewoon naaiend. Hebben ze net iedereen afgemaakt, staat er nog eentje. Wie komt eraan? Erik. Wel een dikke reet heb je. Ja, lekker hè. Kijk, weet je wat hij kan? Hiermee een dikke reet. Tegen 45. Kijk, mijn poppetje is zo pastisch, zie je dat? Oh, trouwens, dit is echt het laatste potje trouwens, voor de streamkijkers. Ja. Mijn mannetje is zo pastisch, vrouwtje. Ik weet niet wat hij wil. Of moet 100 euro donatie krijgen, maar nee hoor. Lugun. Dan doen we 100 euro door. Doen we daar daarna er weer afhalen. Een kwartiertje. Er is nog een kistje boven. Lekker hè? Ze weten dat er een kistje ligt daar. Hey. Hey, fuck aan. Laat je dingen gewoon liggen. Hey, die daar allemaal partij. Oké. Daar waar ik geen tering aan meer. 1 tegen 39. Oh, ik doe rustig aan, jongens. Pak je tijd. Dikke reet kun je wel goed vastpakken, zegt Tijn. Dat klopt, ja. En dance moves. of je kan iemand zwaaien. Waar zijn ze daar geweest? Zijn ze achter me? Nee, ze durven niet. Nee, precies. Zo'n grote reet zien ze ook niet.
wegglijden. Sst. Sst. Jongens, beste kijkers, like eventjes de stream, check zometeen nog game nieuws. Morgen komt ook leuke fits online, onder andere weer FIFA trouwens, wedstrijd van de week. En nog wat andere dingen. Ik ben ook bezig met een leuke COD video. Leuk? Ja, top 10 video. Top 10? Top 10, ja. Ik heb alle dingetjes heb ik al, dus ga ik het editen. En dan ga ik daarnaast ga ik de singleplayer van Call of Duty opnemen. Voor het uploaden. Niet speed ga ik opnemen morgen. Daar staan mensen. Ja, maar ja, stom dat ze dingen toch gaan. Dus ik kom in een storm. Dat is raar. Eén held per dingen. Oh, ik wou ze challengen, maar laat maar zitten. Zijn ze dood dus? Hering, Jantjes. Moet rennen. Ja, hoe ver is het dan? Ja, anderhalve minuut, twee minuten denk ik, zoiets. Maar of twee minuten gaat hij pas schrinken. Ja, weet ik, maar dan wil ik er zijn. Zeker als je alleen bent. Dan moet ik altijd al die duo's steken die op het einde binnenkomen. Kijk je door? Ja, precies. En ik loop al op een lekker gebied, ergens tussen Dusty en Salty, lekker open. Maar wel, ja, ik weet ook niet, dat vertelde net al, wij weten niet waarom het is. Op de PlayStation is het inderdaad preview of weet ik veel wat het is. En hier is close beta. Access. Early access. Early access en close beta. Het is allebei maar hetzelfde. Nee joh. Nee joh. Ik denk het niet joh. Je kunt ze allebei gewoon spelen dus. Ja, alleen PS4-spelers kunnen wel met PC-mensen spelen en Xbox-mensen niet. Nou, oh, zoiets, ja. Dat zou kunnen, ja. Daarom kan het beter misschien. Maar ik snap niet waarom. Aan de ene kant. Dat is raar, eigenlijk. Want dat is raar. Xbox, ja. Xbox kunnen ze wel joinen. Want daar hebben we voor elkaar, ik en iemand met een PC. Maar dan kan ik hem niet starten, want er komt er altijd een error. Party connection shizzle error. Ja. En op PS4 kunnen ze gewoon joinen, kan ik gelijk starten, doet hij het. Ik standje. Ik zie daar een schildje liggen. Geen schildje volgens mij. Oh. Gewoon een blauwe, ja. Als jij daar een schildje vindt, dat vind ik knap. Hmm. Nou ja, in ieder geval, het is vast iets blauws. Ik zoek een sniper. Iemand nou een sniper? 1 tegen 20. 1 tegen je reet. Ik heb geen sniper. Ik heb alleen een fucking AR en een shotgun. Scar, fucked. Zou leuk ja, die laat ze niet liggen, denk ik, hè? Denk je van wel. Ligt nou of je die andere gouden hebt. Ja. Ja, of die heeft er misschien al een gouden, dus laat die maar gouden liggen. Voor de sniper die wil ik hebben. Mm-hmm. Die twee lopen daar. Kwart voor één alweer. Ja, hey, er ligt een schild. Halve. Beneden verdieping. Kan ik niet fucking bouwen? En ga weg. Waarom pakt hij hem niet op?
Gaat wel snel. 2 per... Ik red het wel als die gas, of ik die gassen doodknil of als ik alleen links loop. Hoeveel bandages heb je nog? 7. Hoe ver moet je nog? Nog wel een stukje. Ik heb wel weer 175 gelijk. Voor de gasten, maar ik zie ze niet. Hey, je hebt nog 12 tegenstanders. Ik zou lekker doorlopen, over 13 seconden gaat hij shrinken. Verkopen? Daar. Oh, dus je hebt serieus shit. Je hebt een probleem zeker. Daar zitten mensen waarschijnlijk en daar ook. Limited, je hebt 1 tegen 9. Ik vraag of die mensen nu in de Ritter Rood zitten. Die mensen daar nog zitten, denk ik niet meer. Als ze hier nog in zitten, is het kut. Telt nog wel net, niet wel. Tegen 7. Het zijn een duo staal. Kills heb je. Twee maar. Ik weet waar één zit, maar. Machine guns, jongen. Goh. Ja, sorry, maar die machine guns die zijn echt veel te sterk. Derde. Huh? Ja, dat maakt niet uit. Maar die machine guns moeten ze gewoon een clip in maken. Zo dat ik het zeg, maar daar gaat nergens over. Je kan niks meer doen dan. Ja, precies. Ik heb geen sniper, dus ik kan al bijna niks. En ze hadden me net gezien waarschijnlijk, ja. Ik ben sowieso daar de lul, want ik kan niet zomaar oversteken. Maar misschien kun je nergens over. Als je 900 kogels hebt, ja, hoe wil je dat bouwen? Ja. Je bent sowieso de Sjaak. Mm-hmm. Daar moeten ze nog wel een patch op gaan doen, vind ik. Die machine gun is leuk, maar zo is die echt te OP. Je kan helemaal niks meer dan. Ja. Het enige is, als hij moet eerst beginnen met ratelen, maar ja. Mm-hmm. Dat is ook nou niet moet zo lang. Het duren voordat hij... Nou ja, als hij eenmaal ratelt, dan gaat hij als een tering keer. Hmm. Klopt inderdaad. Nou, geluid. Ja, ik kan het niet zeggen. Ja, ik sluit ook wel. En ik laat me. Ja. Oké, okay. Nou jongens, beste kijkers. Ik wil jullie allemaal dankjewel zeggen voor het kijken. Ik zal nog eventjes de donaties even oplezen.
Misschien wel leuk voor de mensen die het echt willen weten. Even kijken, André, Dreo, de boekkat, 1 eurotje gedoneerd. En Jarno, 2 keer 3 euro. Dus, hartstikke tof. En dat is 7 euro in totaal, dus hartstikke bedankt natuurlijk weer. En nou jongens, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Welterusten. En laters. Laters, ja. Bye. Bye. Yeah.